Deze moet ik zo. En deze moet ik zo. Eindig, jullie zijn allemaal weg. Wat is dit? Ik kom eraan. Wacht, blijf daar, blijf daar. Ik pak mijn dingen, moet je die spullen uit daar. Met jou? Ben je gezellig? Halima? Halima? Hey, wat zei die eigenlijk net toen we dat geld... Ik moest even zien. Hij zei ja, is goed. Ja toch? Hij deed eerst zijn broek uit, hij zei neuk mee en daarna zei hij jalla. Ja, sleepy out. We moeten even kijken met hoeveel man we zijn en hoeveel iedereen krijgt. Sleepy out, sleepy. Ik denk gewoon iedereen. Hoe is het met jullie mensen? Zo, toch? Kan even. Ja, kan. Wat dan? Is iemand hier zo bij. We zijn hier. Kun je even die garage dat ding afblokken, bro? Cyrix, met je Lambo. Yes, my bro. Hey, opa zei toch 7 ton voor die auto? Ja, 7 nog wat. Mero zegt, ik kan je... Mero zegt, ik kan jullie 5,5 of 6 ton geven. Hey, pas op, ik wil bodycam, hè. Het is Azdat, het is geen Mero. Azdat natuurlijk. Ja, Zeston, als dat kunnen we zo meteen even meteen meeten, ja? Dan maken we even afspraak. Oké, kijk, die meeting moet gedaan worden. Er moet nog een meeting gedaan worden, dat is die wapendeal. En daarna moeten we, jullie weten wel, iemand even aanpakken. Duidelijk. Even kijken, moet ik iets eruit halen of niet? Wat wil je eruit halen? Die om nu of niet, die wapen heb je al eruit gehaald, toch? Ja, die ligt in mijn auto. Oké, even kijken.
wie, wat is dat? Oh nee, ANVB, terug. Is hij hier, die ANVB? Nee, hij is daar helemaal achter. Jullie moeten even achter mij aan, man. Deze tank van deze ding gaat uitvallen. Wacht hier, doe je auto op slot. Wacht daar. Doe je auto op slot. Ik heb jerrycan in de dingen, in dashboard. Kom. Oh ja, ik wilde ook net pakken. Kom even iemand, Lambo, doe even deze dingen dichtmaken. Ik heb wel grote boenda, man. Ja, holla, deze broek is niet normaal. Bij kont stuit ervan uit. W's. W's. Hoe moet ik deze gebruiken? Sang, oesnoes, deze auto staat je wel, man. Geef aan mij. Hij is leeg, zegt hij. Wacht hier. Ik heb al vaker gezegd, wij moeten deze shit niet meer doen op Blokkenpark. Waarom niet, hè, broer? Zeg tegen mij waarom wel. Elke keer loop je stressen, komt iemand. Nee, bro. Altijd chaos hier. Nee, wel, man, bro. Ik kan niet meer rijden, hij is uit. Wacht. Ik pak nu. Hola, meken. Waar had ik die dinges in? Had ik hem in Bentley gezet? Nee toch? Ik kan de auto ook repareren, dan komt hij ook tanken bij. Hey, kan je hem misschien naar ANWB brengen? Sorry nee, Wolle, ik moet even iets doen, man. Oh, is goed. Ik heb. Kan je me naar ANWB brengen? Geef hem mij. Andere kant, laat mij doen. Nee, als jij doet, dan komt hij in jouw scherp vol. Oh! Wallah, ik heb iets van 8 jerrycans in mijn auto liggen. Oesnoes! Wacht even. Yo, ja hallo? Ja, er moet niks meer uit de auto, toch? Ik weet niet waarom jij überhaupt die auto hebt gepakt. Ik ken het zo ook. Ik weet niet eens waarom je die hem hebt gepakt. Ik moet spullen stashen die ik gekregen heb. Waar is je geld? Mijn geld ligt in mijn auto. Ik ga zo meteen een nieuwe aankoop doen van 7 ton. Gaan we nu naar open? Ik ga die jerrycan gelijk weggooien. Staaf, gaan we nu naar open? Je hebt niet meer nodig. Ja, rijd langs de bank. Je ziet al. Oesnoes, ga je mee? We kunnen met Oesnoes mee. Staaf, laten we mijn geld pakken. Naartoe? Wacht op mij. We gaan even met je opa praten. Heb je alles gepint? Nee, ik heb nu bijna 4 ton op me. Oh ja, maar je kan bij hem pinnen. Ik heb bijna 4 ton op me. Maar je kan daar pinnen bij hem. Oh ja. Ik zag jou iets op de grond neerleggen en ik ga terug, ja? Nee, ja, dat was Jerrycan. Oké. Ah, dat keer er een tonnetje neergelegd. Ja, dat zeker een keer dat je een tonnetje op de grond gelegd. Hey, deze auto staat ons dus wel, man. Voor het oprapen en diegene is vergeten. Deze auto staat jou wel, man. Dankjewel, ik ben er blij mee. Maar hij is ook dik, hoor. Die geluid is ook dik en hij is ook dik. Jullie zijn de enige twee nu in de stad, hè? Ja. Klopt, man. Wist je dat? Wat wist ik, Woetje Clips? Hij staat er nog. Ja, hoor. Pak hier aan de overkant. Pak hier aan de overkant. Ik ga gewoon hier naar binnen. Nee, mag niet. Niet op de rij parkeren. Ja, maar rij je. Goeiedag. We zijn vast klaar hier. Voor wat komen jullie? We komen een auto kopen. Dan mag de bestuurder even zijn voertuig daarachter parkeren. Kom op, man. Komen we auto kopen, is het ook niet goed. Meneer Haarlijn. Ja, zeg het. We fixen eerst je Haarlijn, mijn lul. Kan ik even jouw auto spreken? Ja, let's go. Is hij leef? Is hij niet leef?
Dat weet ik niet hoor. Waar is Otto? Hallo, handhaving. Ja. Je moet rustig praten, zakelijk, hè, Zemmer. Hoe is het met u? Goed, met zijn jullie boys? Alhamdulillah. Weet u waar de eigenaar van deze... De eigenaar zit hier in deze auto, hier zo. Die is hier. Ja. Hij doet even iemand water of eten. Laat mij, ik ga praten. Ik heb nou drie auto's gekocht. Laat mij praten. Ja. Niet uitpraten. Saf, ik ben Scott. Ja, jij bent stil. Ik ben Sleepy Out. Ja. Wat, ja, Zippy? Ja. Wie wilt hier auto kopen? Meneertje in het bruin. Oké. En welke auto wilt u kopen? Laat nog lijst. Volgens mij ben jij security of niet, meneer? Klopt. Oké. We willen met, in ieder geval, hij is bekend met ons. We hebben al twee auto's gekocht. Goeiedag, auto. Daar ben ik weer. Onze vaste klanten zijn er weer. Ja. Ik wil even met jou over hebben over die G-klas, als je even mee kan lopen. Ja hoor. Oh, wat gaan we doen? Psst, deze auto. Pas op. Nee, check die. Wat was de prijs van deze? Laat me even. Psst, deze auto is niet normaal. Hola. Hoi! You shit! De Mercedes G-klasse. Ja. Ja. 7,95. 7,95. Ja. Voor welke prijs kun je voor ons laten? Dat is de derde auto die wij kopen deze week. Ja. 7,95? 7,45. Ja, collega, wat... Misschien even testritten eerst? Ja, mag ik even testritten? Tuurlijk. Oké. Okay. Kijk eens. Komt u daar bij, opa? Tuurlijk, als jullie dat willen, gezellig. Ja, kom maar even bij, hoor. Want hier is het toch weer één grote boel. Ja. Nou, laat maar eens even zien. Bismillah. Hoeveel zijn er van deze auto's in de stad, weet je nog? Weinig. Weinig, oké. Weinig. Maar deze is volledig getuned dan, behalve die vering. Volgens mij ook panzer, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Dat kunnen we zo wel controleren. Ja, oké, remmen zijn aardig goed. Volgens mij, zover ik weet, die persoon heeft er meer in gestoken dan dat jullie hem dadelijk gaan kopen in ieder geval. Ja. Kijk eens offroad hoe die rijdt. Laat me hier even rechtdoor, want ik wil sowieso... Wat is deze topspeed? Kijk voor deze mensen en denk eens speeltuin hier. Opa! Sorry, ja. Sorry. Wat is de topspeed van deze auto? Durf ik niet te zeggen. Test het maar even uit. Oké, dan ga ik even uittesten. Hey boys, ben ik de enige of doet mijn ding is heel raar? Nee, je bent de enige. Oké. Wat doet raar? Even kijken, uittesten topspeed. Oh, hij trekt aardig. 270. Nou, voor een offroader is dat redelijk snel, hè? Hoe snel gaat die van jullie, boys? Ook zo, volgens mij. Zelfde. Je moet even kijken hoe die off-road rijdt. Jawel, man. Jawel, man. Deze auto neemt het... Als je hier we zijn even bij Otto, een testritje. Als je hier off-road banden onderzet, dan gaat hij nog beter off-road. Jawel, man. Deze auto off-road is... Kijk hoe die draait. Ja. Het is een beest. Ja, maar dat zeg je alleen om het te verkopen, Lou. Nee, ik kan ook zeggen dat het geen race is. Dan gooi je de prijzen omhoog, hoor. Oh, grapje. Gooi de prijzen omhoog. Hallo. Jongen. Nee, man, hij is, het is echt een goede opa. Of opa, het is een goede auto. Sorry, ik zeg het is goede opa. Ben ik ook. Want ik doe Oh, niks aan dan. Niks aan dan, broer. Niks aan dan. Volgens mij heeft hij panzer. Ja, ik wou net zeggen, hij heeft panzer volgens mij. Oh, ik wou net zeggen. Hij heeft panzer deze man. Hij heeft sowieso panzer. Ik zie het wel. Nee. Ik wil hem zo pakken. Die kan dat. Dat is een rockcar. Kijk, hè, broer. Jawel, man. Dit is een hele goede auto, boys. Dit is een... Ik zeg heel die remmen zijn ook gek, volgens mij. Ja, man. Kijk. Wil je even testen, Mochtar? Nee. Rij.
Jij gaat hem kopen. Ja, maar dan moet iedereen wel er zeg maar eens mee zijn, snap je? Luister, ik kan je wel vertellen, er gaat niks meer van de prijs af. Want als ik dat ding moet laten maken, is het meer dan ik er van de prijs af moet doen. Wow, kijk eens die motorkap, joh. Kijk eens die bumper achter. We wilden hem afronden naar beneden, opa. Nou, ik rond alleen maar af naar boven. Okay, de businessman. Dan. Nee, man, hij neemt bochten heel goed. Jij zei 6,95, waarom dan hem af op 7 komen? 6? Je zei 6,95. Nee. Dat heb je net zelf gezegd, hè? Ik kan terugkijken op mijn bodycam, maar volgens mij zei ik 7. Hey broer, ik trip hem of zo, man. Mijn FPS, wat is hier gebeurd? Hij zit op mijn man. Ik zit ook op 64 of zo, man. 72. Waar? Oh ja, hier moet ik. Prima, man. Nee, man, dit is een goede auto. Chat, wat zeggen jullie? Is dit een goede auto of is dit wat zeggen jullie mij? Bro, ik vind bochten. Dat er flitspalen moeten komen. Bochten neemt hij goed, man. Wat doet hij? Ik weet ook niet wat hier allemaal gebeurt. Tuut. Aan de kant, collega, aan de kant, collega. Dankjewel. Yo. Ga je naar kantoren onderhandelen of niet, Zerim? Hoeveel zei opa net? Wat zei je net? 6,45. Nee, 7,45. Oh, 7,45. 7,45. Ja, dan heb ik al heel veel van de prijs gedaan, 50k. 27 had ik hem nu. Hey, hoe doe je die positie weer? Nee, ik kan echt niet lager. Ik kan echt niet lager, dus het laagste wat ik kan gaan. Maar opa, zeg je het is een goede investering? Gewoon eerlijk? Ja, ga even kijken wat erop zit, zou ik zeggen. Oh ja, kijk even, we gaan naar AMB, Zalim. Kijk volgens mij zo. Ja, maar die AMB zijn heel dag niet aanwezig, joh. Leg gewoon niks naar naartoe rijden, joh. Ja, dan moet je daar, zie je wat daar zit te slaan voor niks, zonder reden? Moet je die even aanspreken. Kloten. Verkocht voor 700k. Wie is dat met dat hesje aan? Kashi! Ik kan hem nu kopen voor 7,45. Spreek hem even aan, bro. Wat zeg je me? Zo. Oh, dat heb jij ook gedaan, denk ik, of niet? Lippen. Hoe toe dan? Hoe is het dan, neef? Zijn hem Ennis komt zo. Is dat opa zijn? Ja, man. Nee, ik heb Emmy niet aangesproken. Wat is dat nog? Nee, is niet zijn echte stem. No clip slaan. Maar hij komt ook telkens erbij, ik weet niet waarom. Wat? Hij komt ook telkens erbij, ik weet niet waarom. Ja, weet ik niet. Maar goed, mooie auto's wel hier even, meneer. Dankjewel. Kunnen we even kantoortje in? Je ging toch even naar de AMB, ook niet? Nee, hij is fully. Hij is fully, ik heb al gehoord. Oké. Meneer Security, moet hem even volgen. Wat zeggen jullie mensen? Zal ik hem halen of niet? Je moet alles content, hè? Ik geef je alles wat ik hier heb, dan ik kan niet uit. Nee, maar hij moet op jouw naam. Hij gaat hem op jouw naam zetten. Ja, ik heb hier 375800. Ja. Dus hoeveel moet ik erbij? Hey opa, help eens! Hallo? Hallo? Ik heb 375.000 op mij. Hoeveel moet er nog bij? Jezus, ben jij rekenmachine? Ja, kom op man. Je bent opa. Je hebt het leven al gezien. Volgens mij heb je zo'n handyman ding op zak, of niet? Handyman die? Handyman, zo heet het. Hoeveel was die auto? De 745. 745. En hoeveel had je op zak? Ik heb 375. Dan moet er 370 bij. Oef. Maar hij is die auto nu aan het kopen, die witte G-klasse. Kan je nog wat doen of wat? Oh. Klaar, daar gaan we even meten. Ja man, ik ga hem halen, Kish. Deze ben je nog te goed voor mij, Mochtar, ja? We horen jou niet of je praat, hoor. Hè? Nee, deze hier. Oh. Ja, maar dit is ook één oude lul. Ja. Ik weet niet, hè. Nog niet echt veel gedaan. Heb je? Geen auto verkocht. Kom maar, opa. Ja. Oké. Even kijken, wat is je naam? Kijk maar hier! Dat werkt zo niet. Oh. Zo. Fuck, werkt dit?
gebruiken. Gebruik, heb je hem? Nee. Waarom heb je ook al een oogje op mij, zo te zien. Waarom? Je geeft hem aan mij. Oh, dus, gaat dan weg, lul. Altijd aan mij. Yes, Selim Killa. Yes! Oké. Okay. Even kijken, ik zal het even opschrijven. Ik doe nog even een leuke show erbij voor je, tijdens dat je het aan het opschrijven bent. Oké, sorry, open. Wat heeft hij gedaan? Sorry. Wat heeft hij gedaan? Ik weet niet, maar ik ga even hier naar kijken. Haram! Is veel beter dan wat ik net zag. Ja, maar toen dan zo weet ik het. Is veel beter dan wat ik net zag. Ja, oké. Ik ga niet meer. Even kijken hoor. Nou, ja, je naam is in ieder geval opgeschreven. Je hebt een rijbewijs zo te zien. Nee. Oh. Oké, ik heb een rijbewijs. Yeah. Ik ben niet illegaal als deze twee mokro's hier. Dan gaan we hem even overzetten, oké? Oké. Dus even met hem mee naar de ANWB. Met hem mee naar de ANWB. Je hebt een RF7 wel. Yes, mijn nieuwe auto! Mijn nieuwe auto! Is dat zo? Yes. Stond niet in zijn plot. Hey, collega. Oh. Goeiedag, opa. Goeiedag. Als u klaar bent met deze test, dan heb ik een mooi aanbod voor u. Ja. Zo meteen. Yes. Kom eens. Wacht even, laat maar deze auto even checken, joh. Hey, opa, we zijn wel bijzondere klanten. Er zijn er meer dan in de normale car dealer soms trouwens. Wat dan? Ik zeg, er zijn er meer dan in de normale car dealer. Ja, dat is wel zo. Zo. Kijk eens, geef ik jou geld even. Ja. Was 7... 45. Als je me nou 745 geeft, hè? Oh. Kijk, okay. Ik dacht al. Nee. Ik ben een eerlijke klant. Yo, waar is Issa? Ik weet niet, holla. Is hij nog steeds niet leuk? Kijk eens. Dankjewel, opa. Dankjewel. Love you. Fijn zaken doen. Opa, ja, moet ik jou terug? Moet ik jou terugbrengen of ga je zelf? Ja, breng maar terug. Oké. Okay. Mag ik ook iets? Wat mag jij? Ja, geld of auto. Joe. Kom maar. Mooie auto, broer. Dankjewel. Fijn om zaken te doen. Ja, fijn om zaken met jullie te doen. We kijken naar jou. Ik was check, waarom op die manier is het p? Ik was fuck hem. Fuck jou. Wat is het hier voor één grote teringbende ook? Broer, er gebeurt te veel. Ja. Allemaal gaande. Ruikt die lekker, hij ruikt naar jou zweet, hè? Zemmele cashie. Zellin, waar ga je? Ik ga even knipperen, 2 seconden boys. Holla, ik heb 52 fps de hele tijd, what the fuck? Ik ook. Ja, maar ik ga jou, even knipperen. Ik ga jou, deze plek is van jou, ga naar Blokkenpark. Holla? Nou, kijk, Blokkenpark, kom maar. Ik heb hier ook 58, 56. Hij is een legend, Jasser doet zijn ding, holla. Volgens mij mensen haten op hem voor niks. Niet dat mensen van hier haten. Ik heb lekker schreeuwen. Ja, ik ruik het. Hij neemt bochten goed, maar Kashi. Hola, nog steeds. Hij is aan de stad, ik werk het ook. Stad. Ik ga even uit de stad, man. Wel een goede auto's vandaag binnengehaald, man. Ja, en mijn slipje uit je zei. Nee, maar die keer die heb je nog te goed van mij. Luister dan. Ja. Wat grapje, jong. Ja. Respect voor die man. Ja, precies dat, Toeran. Die auto's die wij al hebben gehaald, dat zijn eigenlijk, als je zo even gewoon logisch nadenkt, investauto's, hè. Ja, helemaal. Die gele klasse. Oh, maar die twee Mercedes ook, hoor. Die van jullie helemaal. Die heeft niemand. Mooi, ik ga even restarten, want ze heeft FPS al. Ja, broer, ik ga even kwijt, ik kom eraan.
Ja, maar ik denk niet, het ligt aan ons, hoor. Ja, maar even voor de zekerheid gewoon kijken. Maar Toeran, dat heeft dat te maken met die hele ruïna tussen hem en een andere groepje? Wat bedoel je daarom? Is dat de reden? Hebben ze allemaal likes even? Ja, ik wist het. Ik wist het. Hola mensen, doe ze even allemaal even liken. Likes. Nee, maar Yasser is een soldaat, hoor. Yasser heeft het gemaakt. Terecht ook, hoor. Wat is B? Ja man, 180 FPS nou. Hey Selim. Yo. Ik heb een onderwereld probleem. Ja. Ola? Moet je joinen? Gaat Issa nog... Ik weet niet man, True Games. Zo. Was die Porto? Alleen maar respect voor die mensen. Gaat er nu jij naar de onderwereld toe? Ja, toch, je hebt gewoon. Was Porto? Dat moet Oesem zelf vertellen, ja. Zillen, hoe gaat het dan met je bezig? Alhamdulillah, man, terug eens. Met jouw niveau? G63 AMG. Dit snap. Hij komt soms die. Osnus is dan nog. Die Donald-ding komt soms uit niets. Maar gelijk Paraji. Hey, als je nog één keer schreeuwt tegen mij, hè? Hey, ik ga het sowieso nog een keer schreeuwen, je weet. En duck. Ja, ga je hem wit laten of. Nee, ik denk zwart, man. Rijrust, die politie rijdt achter jou. Rijrust. Ja, broer, schijt aan die politie, mogen ze gelijk deze auto komen. Hola, hij komt achter jou, hola. Had je gezien. Hoi! Hoi, glitch hier. Gelijk als je bij die auto komt, hè? Ja, ik denk kom door die auto. Ik kan wel, hè? Kijk, hier 80 fps. Nee, die baas, kom nou over die brug. 3, 2, 1. Waar is hij? Nee, Yasser, holla, weet je wat ik het. Hier is echt, die baas. Echt het hardst vindt aan Yasser? Wat zeg ik jou? Stop gewoon. Dat hij zeg maar na zijn stream precies heb je hetzelfde riba, is. Nifo, ik ga één keer off-road, die man, hij kan niks meer. Hij is andere kant gaan. Hij keert, hij is echt dom, hij is dom. Oei. Dat vind ik het lauwste aan Yasser. Dat hij na zijn streams. Nee, ik zat even tegen Bodycam te praten. Wat is er dan? Nee, dat Yasser na zijn streams. Dat hij precies hetzelfde is. Oh, zo bedoel je. Hey boys, off-road is deze auto echt niet normaal. Hoor. Ja, daarom precies dat Toeran. Oké, luister, wij moesten sowieso bespreking hebben met die broer van Mero.
Ja, die kunnen wij nu doen, gelijk geld pakken en dan moeten we hem gelijk die kleding geven en noem maar op. Hoe gaat dat doen? Hey, deze Emmy is, hij gooit gewoon een pol in zijn bodycap. Van hey, hij had iets voorgesteld of zo. Dus stond er zo van: nee, hij is grappig. Of nee, ik haat Oesnoes. Hij heeft van een pol gegooid, ik haat Oesnoes. Kives. Ik ga ook die pol gooien, man. Ja, te raar, ja, echt te raar. Ola, kijk hoe deze auto rijdt. Psha. Waar is kolonel? Knissen. Laat maar eens kijken of ik wel waarde die GLS heb. Hé, hey, wat Touran, dat hoefde niet, hè, nee, voila. Voila is zo naar jou. Ik zeg, Ola, we zijn al 30 minuten leef. Welke motje? Ik vind dat Oesnoes hem ook moet pakken nu. Deze wacht, ik ga hem zo pakken. Ik ben even in mijn hoofd, wacht. Ik zet hem op. Ola is zo naar jou toe. Ola is zo naar jou. Zal ik Mero bellen? Broer ja, van Mero? Doe maar bel die broer van Mero. En dan waar moet ik met hem afspreken? Michael's huis. Nee, niet Michael's huis. Doe maar. Spreek met hem af gewoon bij ziekenhuis garage boven. Ja. Naar welke mootje? Er is zo'n mootje hoor, man. We zijn ons goed in voor. Alhamdulillah, man. Met jou? Weet je toevallig of Issa straks live gaat? Ik weet niet, man. Yo, waar ben je? Ik ben blokpartner. Touran, misschien. Je bent gewoon alleen? Ja, ik ben Suzanne. Oké, dan kom ik eraan. Zelf, yo. Rij naar blokpark garage boven, hij is alleen. Hij zei, ik ben helemaal alleen. Ik doe met niemand iets. Dit is wel gek, deze wagen. Ja, man, deze auto rijdt niet normaal. Hoe is het? Yo, neef. Hoe is het? Lekker, man, even met jullie. Alhamdulillah. Lekker, man. Zo naar jou, Allah, of je niet voor blijft dat doorgaan. Zijn jullie, had je nog wat te zeggen? Zo naar jou, man, de broer van Mero. Ja man, kijk, ik ga alvast, ik ga heel duidelijk zijn, ja? Ja. Kijk, jij weet zelf wat jouw broertje heeft gedaan? Ja, ik heb kijk, alles in zijn dagboekje gelezen. Ja, daarom, maar even voor de duidelijkheid. Als jij de gang inkomt om, zeg maar, iets proberen te doen, dat gaat sowieso niet lukken. Het is gewoon nee, voor jou. Jij weet zelf wie het op het moment de grootste is in de onderwereld. Het is voor jou ook slimmer dat jij niks gaat doen. En gewoon ons juist vertrouwen laat zien. Dat jij gewoon te vertrouwen bent. Dan komt alles goed, man. Ja, dat klopt zeker, broeder. Het enige wat ik ook kan zeggen tegen naar jullie, broeder. Ja. Ik heb gewoon... Je weet toch, mijn broertjes... Hij heeft zeg maar alles geschreven in zijn dagboek. Je weet toch, hij is altijd een boy die alles meemaakt in een dag. Wat hij meemaakt... Belangrijkste dingen schrijft hij altijd op, je weet toch? En ik heb zijn... En zijn belofte was, zeg maar, na de dood van hem... moet ik zijn dagboekje pakken en gaan lezen, zeg maar. Mm-hmm. Nou, ik heb gelezen dat hij in een groepering zat met... Who's That eigenlijk? Ashafar, die is omgedraaid tot Ashafar. Ja. En hij heeft, zeg maar, hun vies gezet. Mm-hmm. Zeg maar, achter hun rug gepakt, snap je? Dus dat is gebeurd, zeg maar. En de advies die ik mijn kleine broertje Mero, zeg maar, heb gegeven... In het leven, zeg maar. Die heeft hij niet meegekregen. Die heeft hij niet meegenomen. Dat hebben wij ook gezien.
dat hebben jullie zeker gezien. En na de dood, ik heb zeker een grote pijn in mijn hart. Dat is één ding wat zeker is. Mm-hmm. Maar we zijn zeg maar ook opgegroeid zonder vader, weet je toch? Ik ben zijn vader geweest, als broeder. En ja, dus mijn enige bedoeling in jullie groepering is ervoor gewoon mensen die liken die stream, zeg maar, Ola, waar hij alle mee likes omging, die stream. Zeg maar, heb je nog niet even geabonneerd, abonneer je. Baba of zo. Ja, klopt. Ja, dat is gewoon mijn bedoeling is even hun aan te pakken, man. Ja, dat is goed om te horen en ik hoop dat jij vertrouwen laat zien in de Mero, mijn kleine broertje, hij is gewoon een sukkeltje geweest. Hij was altijd zo. Hij kon eerst, in het eerste instantie kon je me vertrouwen, maar hij is altijd een persoon die te snel meegaat met andere mensen, snap je? Ja, klopt man. Hij vertrouwt iedereen in één keer, hij is goed met jou en dan volgende dag is hij met hem, snap je? Nee, en ik hoop dat jij niet diezelfde fout gaat maken. Nee, kijk, als broeder heb ik hem niet zo uitgelegd, je weet toch? Mm-hmm. Hij heeft mijn advies niet meegenomen met in zijn leven, dus dat is zijn zaak wat er is gebeurd. Hij is doodgegaan, hij is overleden. Zijn pijn zit sowieso in mijn hart. Dus hij blijft mijn broeder. Hij kan alles doen wat hij wil. Hij blijft mijn broeder. Dus voor mij moet je het niet verwachten, man. Top, man. Dat is goed om te horen. Nee, dat is één ding wat zeker is. Je had dingen afgesproken met Mochtar. Dan laat ik jullie even. Ja, toch? Moet jullie gaan afhandelen. Dat ben ik gewoon niet. Ja, toch, broeder. Ja, even kijken, maar hoeveel wou je je geven? Ja, ik heb voor jullie wel 5 ton klaarstaan, man. Wat heb jij zelf op dit moment? Ik heb op het moment nu zelf... Heb jij de erfenis gepakt van je broertje? Ja, ik heb erfenis van mijn broertje gepakt, zeg maar. Ja. Hij is een sukkeltje geweest, maar ja, het is wel een rijk sukkeltje geweest, zo te zien. Hij is, hij heeft het goed voor elkaar gekregen. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar erfenis heb ik wel 5 ton te pakken gekregen. Ja, ja. Oké. Okay. Is goed. Als jij mij die 5 ton geeft... Ja? Dan mag je met ons meelopen. Ja. Dan gaan we even naar de kleding kijken. Mijn telefoon. Een hele goede avond. Hey, goede avond jongen, waar ben je? Wij zijn even in een bespreking met iemand, maar we zijn hier Blokpark man. Ik heb jou even nodig man, ik kom eraan. Wij zijn boven bij Blokpark Garage. Yes, kom je alleen of met mensen? Met mensen. Maar zijn mijn eigen mensen. Ja toch, wij zijn boven okay. Blokpark Garage. Heerlijk, okay, ja, ciao. Ciao. Yo. Ik werd gebeld. Ik werd gebeld door Afghaan. Ja. Hij komt even deze kant op, maar ik weet niet wat hij wil bespreken, maar hij is met zijn mensen, zegt hij. Ja, maar je hebt niks op zak, toch? Nee, man. Ja, wat dan is het goed. Kom, laten komen. Hey, hola mensen, ik moet een stoel halen met wacht goede massage, man. Mijn rug doet pijn, man. Bespreken, zo. Ja, nee, is goed. Als jij dan aan mij kan geven, dan... Je bent Chachi, ja, broertje. In ieder geval, Chachi, kijk die nieuwe auto van me daar. Zie je dit? Hey! Oh, hola, ik viel bijna ervan af. Hola, ik viel bijna ervan af. Meelopers joinen nog niet de porto. Hè? Huh? Meelopers joinen nog niet de porto. Oké. Even duidelijkheid, Mochtar. Niet gelijk porto aan Azad geven. Hey man, zit iemand hier zoveel geluid te maken? Wie is dat? Wat heb je het over? Sjoe, ik hoor gekste auto hier beneden, hè, bro. Die is al doorgereden, man. Hij was net uit de garage. Ajak, die auto maakt zoveel geluid. Ja, dat gewoon hier. Yes. Hola, Wessim, ja, fix jou aan, hè. Yo. Join onderwereld. Ja toch? Ja toch. Kijk, laat me even onderwereld disco joinen. Onderwereld. Ja, maar hoeveel zijn er? Deze. Algemeen. Het is. Ja, zo. Zo, zo, zo. Je hebt een andere kleur auto. Hé, wie is dit? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oké dan. Hoe is het, broeders? Oké dan, ik hoor jullie. Ik moest toch even snel, toch?
Ik hoor jullie, dit is de groep van Ik hoor bij hun broeder. Ja, ja. Wie zijn dit? Ja, holla mensen, lijkt die stream een beetje, man. Ja, toch. Holla Wassim, jij ook? Mochtar. Zo naar jou, jij. Ja, ja. Ik moet zelf spreken, man. Hoor die BB ook bij jullie? Ja, deze... Als je heel even hebt, ik wacht nog op een afhandeling. Nee, die hoort niet bij ons, hoor. Hier, deze drie jongens horen bij mij, klaar. Dit is een druk, man. Oh, die zijn de Belgen. Sama kom. Waalaikum salam. Redder, we hebben een paar problemen met die SRT weer, man. Oeh, broer. Ze blijven ons achtervolgen daar, kijk. Je ziet ze daar met de motor. Wacht, twee seconden. De motor en de SRT. Ja, komt goed. Wacht even, twee seconden. Als we ze nu allemaal samen kunnen aanpakken, zou perfect zijn. Ze hebben ook wapens op zich. Even twee seconden timer uit. Wie, wat? Wat is er nodig? Ja, die boys, die SRT is weer moeilijk daar. Ja, die blijft. Laat ze hierheen komen, gaan ze zien. Ja, we zijn vannacht maar met twee. Moet ik spullen halen? Ik heb ook, man. Nee, niks doen. Even niks doen met de rest. Twee seconden. Ik doe niks. We wachten. Oppassen met die machetes van jullie. Wat wachten, man? Ik eet hen op. We gaan erop. Ja, broer. Ik heb de machetes gepakt. Die kan nakt hebben. Doe. Die machetes van hun. Die machetes van hun. Die machetes van hun. Dat wil je nakt pakken. Trakjes. Boys, ik geef jullie alvast één advies. Niet met deze kleren illegale dingen doen. Maak even een outfit waar jullie... Ja, maar ze herkennen onze stem, daarom. Hey, nee, dat mag niet. Hoe is die band? Ja, wel stemherkenning mag, heeft die Otto ook het vorige keer gezegd, die kan bij ons. Mag dat voor? Onderwereld niet. Nee, luister, als jij masker op hebt, daarom zeg ik ripmasker, mogen ze jullie niet stem herkennen. Ja, maar als ik een masker zou aandoen, mogen ze me gewoon zomaar pakken, snap je? Ja, als ze jouw oudje weten, tuurlijk mag dat. Ja, maar ja, als je een masker aan hebt, mogen ze je gewoon pakken, hè? Dat is toch. Stap jullie auto, stap jullie auto, stap jullie auto, stap jullie auto. Pak jullie, go. Tranquil, stap jullie auto, niks doen. Jullie hebben dingen over. Niks doen. Boys, ze zijn hier aan het loeren, man. Auto, bro. Is het niet handiger om naar Michael's huis te gaan? Boys. Ik denk het wel, man. Ik heb wel een abonnees. Ik ga even rijden naar de bank. Ik doe het even voor mijn rekening. Boys. Ja. Doe even naar Michael's huis rijden. Zo, is goed. Zelim. Yo. Kan ik even die Porto even doorkrijgen? Die geven wij jou zo door. Ga eens naar Michael's huis. Is goed. Wat moet je doen, Mochtar? Ik moet, ik heb die 5 ton op zak, man. Rij naar bank, ik ga die even stashen, man. Deze moeten we eigenlijk allemaal neerknallen, zijn moer, holla. Wacht, daarom, ik ga zo mijn wapen pakken, jalla. Zijn jullie auto blijft tot eind. Wat is pu? Holla is zo naar jou trigger. Jerry is ook actief! Holla is zo naar jou. Deuren. We zijn altijd actief. Luister, ik ga even mijn andere outfit aandoen. Met holster. Er was we naar Michael's huis rijden en die boys achtervolgen ons daar. Ja, ik ga die ook gelijk aandoen, man. En ik zeg ja, oké, zeg ik ook. Waar is Basie? Basie die komt heel snel aan, man. Even een weekje tranquil. En dan is Basie weer aanwezig in stream. Ik ga even mijn wapen pakken, hè? Ja. Basie Ramta, zeker weten, man. Maar hij hoeft het eigenlijk normaal gezien, je weet toch, hoeft hij dit niet te doen, maar... Yo, waar zijn jullie, boys? Wij komen nu naar Michael's huis, we hebben even wapen op ons. Ja, toch, ik kom ook naar Michael's huis. Oeh,
wat gaan we vandaag samenvattingen? Samenvatting is, we gaan wapen verkopen aan, aan een gang. En er gaat nog wat gebeuren, maar dat wil ik niet op stream zeggen, omdat die boys zitten te stream snijden. Aijak. Broer, ik had wacht leg spice. Wie is die A7? Ja, ik weet niet. Hey broer, hoe komen deze mensen hier de hele tijd? Hey, naar binnen rijden, naar binnen. Met de auto. Ja. Dit gelijk nieuw hebben is halen. Wat is er? Hey, nu mogen die boys komen. Jalla, kijken wie wat. Ah. Ja, er is iets. Nu mogen ze komen. Hey, wie binnenkomt, als het niet van jullie is, zegt gelijk, ja? Ja. Zo. Nee, Miri komt deze van. Okay. Van ons komt alleen nog één wit RG7. Ah, ik ben er al. Hij is er al. Zo'n podcast. Wat zei je, bro? Wie weet? Ahmed, dat is zo'n jou. Oké, les. Van wie is dat? Ik ja. Oh, die Mercedes hoort niet bij ons nu, denk ik. Hé, hey, is die? Oh, die is van ons. Die is van ons. Ah, is van jullie? Ja. Salve. Ik zag hem wel net. Hola, boys. Even serieus. Luister. Ze zeggen, Walla, jullie denken kleine motortjes kunnen. Kijk hoeveel auto's. Walla, man. Goeie, bro. Goeie, die auto's. Wie is de baas van die gang? Is hij actief? Ik ben actief. Ja, dat is die Moola. Ah, maar die OTF, bro, ik weet niet. Ja, weet je. Zelling. Yo. Hij heet Moola. Ik wil zo meteen spreken, ja? Ja. Is dat Moola Moes? Die over die wapen en zo. Ah. Jullie hebben niet gehoord dat Moola. Volgens mij wel, ja. Ik denk dat ik ook zo meteen gelijk de lucht inga met Heli. Ik ga op zoek naar hem met iemand. En vanuit daar gewoon wij komen. Ja, met die Belgen werken we even samen. Probeer ze niet te vermoorden, probeer ze tenminste te gijzelen en te meenemen. Luister, we moeten ze meenemen. Je moet ze lessen leren. Niet eens lesje, bro. We nemen ze mee. We gaan die slipje uitdoen. En dan gaan we mengen. Oeh, mengen. Hola, elke keer die dono, man. Ja, dit is al goed. Dat is zien, luister, boys, we moeten ze gewoon meenemen en dan gewoon jij toch. Maar ik allemaal wil. Allemaal ik wil één voor één, hola, één voor één iedereen zeg maar op knietjes. Ja, dat zij weten, broer, met wie zij omgaan, snap je? Snap je, let's onze missie voor vandaag dan, hè? Maar dan hebben wij zeg maar. Ik heb toch hoorde ik een auto daar buiten. Ik hoorde ook. Maar ik denk dat ze langs aan het rijden zijn. Broer, ze rijden de hele tijd langs. Hola, mensen gaan iets kunnen. Ja, wacht dan. Ja, maar kijk, wij moeten ze niet nu gaan uitdagen. Niet uitdagen, boys. Kom terug. Nee, dat zijn we dus niet aan het doen. We zijn niet aan het doen. Ja. Zij kunnen niks doen, hè, bro. Laat ze één keer naar binnen komen. Zo, klaar. Dankje. Er zijn genoeg boys. Ja, kijk, wacht, wat ik wil weten is, boys, dat één iemand van hun vandaag een goede vliegticket heeft gekregen door mij. Zeg Ola? Ja. Ola, zo moet dat. Hoe lang? Voor een weekje, man. Bro, ik kreeg wapen op die man. Hij doet ten eerste. Ik die ene in die bij die garage. Ja. Ik zeg handjes omhoog. Hij doet zijn handen niet omhoog. Ewa, dan hij rijdt weg. Ik kom hem weer tegen, maar lopend. Hij letterlijk voor mijn ogen. Hij doet even achterkwit. Wat kan ze dat Turkije voor hoe lang? Voor een goede week, ja, bro. Mag je even ontspannen. Oh, ik kan ervan genieten. Turkije is wel lekker. Leren. Ja. Zin hem. Ewa, zelfs één iemand Antalya. Heeft een warm gekregen, maar. Antalya, oh. Die ene, die vuurwapen van ons. Ja? Ik heb gehoord van dat jullie die al hebben, of niet? Die vuurwapen van jullie, die hebben wij, ja. We zijn de prijzen, zo. Dus dat moet je met Oesnus en Mochtar gaan bespreken, man. Ja, toch zo. Kijk, deze wapen die ik nu vast heb, dit is van die boys van Afghaan. Ah, ja, toch. Die wapen van jullie, daar moeten wij nog over hebben. Kijk, als jullie gewoon ons kunnen laten weten dat jullie... Jeet toch? Kunnen betalen, dan is het geen stress. Het probleem is, ik zou normaal gezien vandaag auto kopen, dan zou ik de wapen. Ja. Maar doe de auto's, voilà. Ja, ik heb gezien, voilà. Ah, oké, ja. Wat zijn je nou? Zijn maken.
Ja, als ze melding gaan maken, dread is, voilà, iedereen split, hè. Oh, mijn ding op de rug, ik ga zwembad in. Wat gaan jullie doen van de we gaan die vier polities doen. Bro, politie gaat sowieso niks doen, bro. Daar ben ik het minst van. Ja, probleem, ze hebben wel vuurwapens. Wie? Ja, dat ginter, hè. Ja, maar daarom zeg ik iedereen opsplitsen. Broer, jalla, kijk maar tussen 15 tot 20 man wie je gaat pakken. Ja, ik heb je lijk, ik heb je lijk. Hola, succes. Minge. Doe eens een keertje voor. Ah, deze! Ratta, wij hebben al die key, man. Wij hebben die kookje. Mengen. Nee, dit is een andere. Je zat op de grond echt gek te doen, man. Wow, wacht dan. Hé, wacht. Wie was die met ons die mengen zei? Nee, die andere. Je zag echt grond. Zakaria. Oh ja, dat was jij, hè? Ik ben ermee begonnen, ja. Bij die zwembadviezering. Ja, ik ook weer losgebonden, Trish. Hij werd losgemaakt, is geraakt. Oh, man ging zo'n wachtsprintje trekken, broer. Dat is Zelim. Oh, abnormaal. Hey, Kibes, waar hoor ik allemaal een Zelim? Ja, wat is er? Ik hoor grote mond en zo, mensje. Wees even praten. Ah, stop, pak alsjeblieft, jongen. Nee, Hey, bro, ik kan het niet te veel. Ik wil dat je het switch blijft, waar kom je eraan? Bro, ik heb ernaar. Wat je er genakt van niemand? Die is al geriep. Zo moet dat, wat heeft die was mijn klote kussen. Van Mr. Niggers. Hey, Zeli, wat is je favoriete club en je favoriete speler? Real Madrid, Ronaldo. Ik zeg die honden. Ronaldo? Niemand overtreft. Ik hoor dat die traag zijn, deze Bentley's. Ja, maar die is gewoon voor maar Dreddy, te veel wheelspin. Ik haat wheelspin. Hey, Ola, die auto die ik hier heb gehaald, deze? Hey, heeft die Urus gehaald? Nee, die is van Keshi, deze is van Keshi. Deze auto, die bochten niet normaal. Ja, ik weet dat. Die was van ons, Ja, Ola, deze rijdt. Die Urus is hier. Is van baksteen deze? Nee, deze, van deze heeft baksteen gekregen van Isai. Cadeau. Ja, hij heeft cadeau ontvangen van luchthaven. Oh, je hebt baksteen patrona. Oké, okay, maar Dirk heeft echt van al die auto's. Saf, als jij dat zegt, mijn auto blijft. Ik heb zelf bijna 7 jaar. Hallo, hoort iemand mee? Ja. Kom naar Michael's huis. Goeiedag, boys. Ik ga heel even die overvalkleding even aanpassen. Hé, luister dan, boys. Is dat goed? Yo. Als Basie terugkomt, toch? Oh, het vindt jullie hebben. Als mijn broertje terugkomt, bro, dat wordt trouwdag in de stad, hè, bro. Ik wil heel veel stad bij elkaar. We gaan feesten, Nevo. Bier, gelijk. Doet alles. Nevo, stoet alles. Kijk, alleen deze auto's hier. Jelle, boer, perfect. Alle auto's wit. Iedereen wit, strak in pak. Zelim, kom eens. Oh, maar we gaan wel een convoy, hè, dat je dat weet. Bro, sowieso. Heb je jouw stream muten? Of niet, Zelim? Hè? Huh? Heb jij dat wapen nu op zak? Ja, dat is deze, maar ik heb die clips niet. Ja, eeuwen, dan geef je hem alleen dat wapen, toch? Ja, maar die clips moeten we ook erbij geven, man. Maar hoeveel ga je geven? 16 kogels. Zeg tegen hem, als jij morgen de rest heeft, dan geef ik jou de clips. Ja, oké. Okay. Ja, juist. Geef hem zo leeg. Even noem een ding dat ja, Ronaldo geef hem niet gewoon kan. Een lege en dan moet je dat zeggen. Ja, ben ik ook benieuwd naar, man. Doe even je stream nog stil en dan... Nee, hij is gewoon aan. Er is niks aan de hand. Juist leuk. Ja, maar ze mogen... willen niet dat de prijzen weten.
Snap je? Morgen rond deze tijd. 3,50. Saf, 2 seconden. Ja toch? Ja, maar broer, dat is omdat zij nu gewoon als eerst betalen, daarom is dat zo. Nee, maar ik wil niet dat andere mensen weten wat die dingen zijn. Zeg dan tegen hem nu niet die prijzen gaan opnoemen. Ja, wacht, we zijn nog bezig. Gaat is zijn live zitten doen? Vragen. Ja, maar kijk, ik wil ze niet daarover lastigvallen, man. Als zij live gaan, dan of in mededeling komt het, of hij zet het op zijn Insta. Zeg maar als ik binnen kan komen. Ja, kom maar, kom maar. Heb je gezegd niet over prijs praten? Ja, ja. Vaak komt niet naar binnen, snap je? Oké. Ja. Nooit voor 350k. Ik moet nog wel even bij de stash halen, het geld. Ja? Zelf is goed. Is goed, haal het en dan wij wachten dan hier. Dan zien wij jou zo hier, ja? Ja, toch? Zelf is goed. Het is wel beter als één van jullie met mij meegaat. Omdat ik toch met best veel rondrijf. Hoezo, kan je meegaan? Ja. Nee, ik heb liever één zoontje. Jongen, dan Mogatar gaat met jou mee. Weet je waarom? Die pakkers buiten, je weet zelf. Ja, Mogatar heeft ook iets op zich, dus hij gaat ook met jou mee. Ja, maar ik heb zelf al ook altijd iets op. Daarom. Ja, hij heeft. Even Oesters 2 seconden. Stil, niks meer over die ding hebben. Ik ben weer terug. Op geen enkel vlak is er nog. Gaan we deze discussie weer hebben, alsjeblieft, man. Ja, maar het gaat ook niet alleen om die dingen, snap je? Oh, broeder. Van Fierers. Ja. Waarom heb jij geprobeerd te rippen? Ik? Ja. Ja. Huh? Ik? Huh? Ik heb niet proberen te rippen, broeder. Heb je laatste woordjes? Liever geen laatste woordjes. Nee, ben je gek. Grap. Wacht, ik laat die andere boys binnenkomen, hè. Ja, is goed. Hey Dredis, jalla, kom naar binnen, kom naar binnen. Baksteen. Ja, broeder. Kom je ook mee naar binnen of hou je vlagje buiten? Ik denk dat ik hier zo buiten het wacht hou, maar bro, wat is je hoort van mij, ja? Saf, gelijk in Porto Calle, ja? Ja. Saf. Schoentjes uit dat, Dredis, schoentjes allemaal uit. Kijk, als je op die kleed gaat staan, moet de schoen uit. Zak, kijk, ik ben zo aan het zitten op die rand van die stoel, dat voelt zo lekker. Dat vind jij lekker of niet? Dat voelt zo lekker in die kat. Oh, nee, soms heb ik dat zo jeuken dan. Ja, 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 ja. Zo trouwen, zo, om je normaal te doen. Dingen, zo heet dat. Er wordt buiten aan de wacht gehouden, dat is gisteren. Hola boys, als er iemand binnenkomt, hè, ik wil gewoon iedereen gewoon los zien gaan. Broer, al raak je jouw eigen batterie, broer. Niet daaraan gewoon denken. Gewoon erin gaan, nee. Erin gaan, broer. We hebben geen stress. Hola, erin gaan. Iedereen doodslaan. Denk, volgens mij iedereen wel iets bij opzak, of niet? Ja, gewoon deze, of niet? Iedereen. Gewoon deze. Ah, het waardje gebruiken. Zalim. Hallo. Ik ben altijd even buiten poort komen. Ik kom eraan. Hey boys, 2 seconden, blijf hier. Slaven. Wat is er nu weer, bro? Ik ben daar. Ja. Instappen. Hey boys, kom even naar buiten met jullie auto's. Vol de poort. Wat is er nu weer? Zalim, hij heeft betaald. Ja? Dus als je hem die. Oké, kom, kan je uitstappen? Heb je dat geld mogen gaan? Ja, hij heeft betaald. 600. Afgaan! Ja, nee. Ik weet niet of je hebt gehoord, de clips krijgen later als die andere er is. Maar in het wapen zelf. Heb je het? Maar ja, dat ik dacht dat ze dat hebben gezegd. Maar in het wapen zelf zitten er nu 8 in.
Ja. En de 16 krijg je later. 16? Wat zag jij? Ja, zeg maar 16 kogels. Wanneer die heeft. Die andere heeft afbetaald. Oh ja, ja, ja. Ja, hoeveel zit er nou in pistool? 8. Dus meer dan Oh ja, genoeg. Perfect. Ja, dan krijg je de rest als je die andere deelt dan. Kijk, hoe heet jij? Bas Ach, nog? Ja. Wacht, ik rij, ik loop weg. Yes, ik heb hem. En dan kom naar binnen. Heb je hem gegeven? Is het niet 600k? Yes. Volgens mij is het 600k. Denk ja, joh, kijk maar of wij mee moeten rijden voor de zekerheid. Bitter wel, man. Ja, oké. Okay. Ja, je moet oppassen, mensen zijn echt gretig op die wapens. Gaan jullie met hem mee rijden? Ja, ik rij wel mee. Oké. Okay. Dat is slim. Wat? Hey, je bodycam staat ook nog aan. Nee, maar... Nee, je moet sowieso met mij mee. De broer, Mochtar heeft iets op zijn gezicht. Luister, gelijk die ding stashen, niet in caravan, hè. Ja, ja, ja. Maar in voetbal is het anders. Ik zeg toch, als persoon is Ronaldo beter, maar op veld... Kijk, ik ga heel eerlijk zijn, hè. Als Ronaldo-fan... Op veld heeft Messi wel, zeg maar, meer laten zien dan Ronaldo. Maar Ronaldo... Maar Ronaldo... Nee, nee, even gewoon daar blijven. Want wij zijn even met iemand iets stashen, man. Die Lambo rijdt richting Michael's huis, die lager. Dus uitkijken misschien dat hij naar de poort komt. Hey, luister boys, die rode Lambo... Ja, die moeten we aanpakken. Ja, die rijdt richting het poort. Dus, maar buiten wordt er nu gecontroleerd. Perfect. Gaat het om een simpel? Hebben we nog plannen voor zometeen? Als er iets staan. We hebben plannen. Wacht, laat me even bodycam muten. 2 seconden. Ja. Sorry. Kijk, als je gewoon echt gewoon gaat kijken, kijk, tuurlijk, Ronaldo blijft voor mij top 1 speler, maar op veld, die fucking Messi, wat kleine zwempje, broer, deze man komt overal doorheen, hè, broer. Yo, broeder, ik ben er, zo naar jou. Lacht ik dan ook in real life hier? Ah, is kaal. We zijn aan het spelen, broer, ik heb jullie ballen, ze zijn 6 meter lang. Ja. Ja, maar dat is gewoon zo. Dat is zo. Grappigen, hè? Hey, luister, boys. Ik weet niet wie zijn voeten hier stinken, maar holla. Ik heb gedoucht van. Deze rasta, sowieso, bro. Sowieso, gezien zijn kleding, bro. Dat trekt op niks. Bro, deze kleren zijn veel meer waard als jouw dude. Zeg, ik heb een nieuwe schoenen. Kleding, bro. Je krijgt het op een korsa. Kijk die riem en dat palaten we. Die riem is maar 5 berkjes, hè, broer. Stop met hakkarten, laat. En die yes en die yes van hoeveel? Bro, nee, doe kijk, minimum. Eén ding wat ik wel ga zeggen, Rasta even, want wacht, lekkere parfumpje. Kijk, top broer, zijn dreads heb je misschien al 6 jaar niet gewassen, dan probeer je te wassen met zo. Dat moet gewassen worden met azijn, dan broer. Zoveel. Hé, niet klaar. Eijag, niet aan. Met jouw zoveel dreads. Hier heeft iemand eten. Kom hier. Wanneer mod is een goede vraag. Ik ga sowieso mensen van mod afhalen. Die laatste tijd niet meer zo actief zijn. En dan hebben we weer plek voor mods. Eerste wapens eruit, man. Ja, maar neef. En dan nog de laatste, dat is aan die gang van Cash. En dan is alles gedeeld, zeg maar, toch? Ja, dan heeft ieder gang wel een wapen. Ja, toch? Dus ja, man. Ja, man, neef. Dat wordt gewoon te hemmerig. Daar ging de wapen van onze meneer Chabba. Die mag zeker weg, mijn broeder. Die is ook gelijk weg. Ja, toch breek die raam. Oh, echt mogol ben ik.
Heeft iemand jerrycan van jullie? Oh, ik heb eentje, maar hij is leeg volgens mij. Geef eens. Nefo, als je die gaat trekken, wolle, hij pakt alsof die Naku pakt, hè, Nefo. Waar kan je tanken? Wat is er? Waar zijn... Is je auto openen. Waar zijn die Belgen dan in? Ze zijn binnen, man. Maar wat willen hun spreken nu dan? Wilden hun iets, of... Ja, dat is over wat ik heb gezegd, over dinges, maar dat wil ik niet op bodycam zeggen. Wat? Over iemand aanpakken. Ah, ja, maar ja. Het ding is leeg, man. Hij is leeg, of niet? Ja, man. Ja, maar mijn is. Oké, wacht, kom naar binnen. Hola, kijk. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إيه واش هذا صامت السيرة برو واش متقدر الشلاق وزوار رامسيس يلا تمر السير يلا بسم الله بسم الله أي خير دوم خرافة معكم في الفلوك بزيخ اللي نوفا برو هات السيرة السيرة يلا مرحبا خين جوب صفر معك تيسو سوري يلا اترس يلا بسم الله أكرا بسم الله ميري سيوا يبدو ايش كارستير انو تامير ستير انو بخانا تومر بخانا بار دوعة سات بوريا اوكي اميزيكا يا بخانا قمت بنرت اندوعة اندوعة بتنصفيمة عندي كل خاكلوتة نيني سوريو 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 بخاني الله يعطيك الامر امين امين كني بهذا امين الله يعطيك العاشر امين امين زينا ساكنو متشاب قمت بنرت مين ذي نير؟ قديش الدعاء؟ إيش الدعاء؟ وإن شاء الله تفهم كي جنة. آمين. مقال سعد على أوتي إف لات استرفع. آمين. آمين. الله. ترى رستا أشرف الله. رستا. إيه بيش فات الدرس ولا؟ خاوسنا. بخان. ولا. إيه كابي لي نت فرتلت فات خاف خبر. Ik heb net verteld wat er gaat gebeuren. Moeim, jullie krijgen dat van mij te horen. Toe! Jullie krijgen dat van mij te horen, ja? Oh, lala, ik ben grappig van mij. Jalla. Ah, jalla, gaan we er al vandoor dan? Ja, maar... Hoe geet, chokra voor alles aan het rijden. Geen stress, maar pas op waar jullie rijden en zo. Ik ga dus, ik heb echt goeie te maken. Eieke, broer. Wat voor oude ding? Wat is dat? Wat is dat? Hey, wie is dit? Is afgaan, is afgaan. Afgaan. Ja, Mochtar, dankjewel broer. Luister, afgaan. Ja, nee. Wat je maat vertelt, toch? Ja. Gaat dat nog door? Oei. Ja, daar ga ik nooit de stad voor in. Bericht me. Ja, is goed. Ja. Rasta, ben je altijd zo... moeten wij met hun even in Porto of zo, boys? Ja, eigenlijk met deze boys wel, man. Met z'n allen eigenlijk. Zijn jullie weet je waar de patron parkeert? Ha. Ik ga laten zien waar patron parkeert, kom. Ik ga even eerst, denk ik, even met Meru die dingen fixen. Patron, nee, nee. Oh, hij dikke man. Andere kleding aan of... Hoor die akrapo. Haal hem eruit, voordat ik hier... Ik bedoel Azad. Bro, deze auto verdient... Ik heb nachtmerrie over Meru, ik noem iedereen Meru. Komt goed Nefo, dat gaat allemaal genezen worden, geen stress. Oké, luister, dinges, ik stuur ik jou straks even porto nummer door, ja? Akrapovic. Heb mij gehoord, Akra? Ik heb je gehoord. Savage, ja Allah. Zalim. Yo. Wil je dit ding gaan doen? Ja, man. Oké, dan ga ik even iedereen aansturen om de kleding te veranderen. Saf. Boys, doe allemaal kleding switch naar. Naar Rip. Wat jullie aan hebben, toch? Ja. Ja, gewoon naar Rip. Ik noem het Rip. Wat vind je van QC? QC is. Hoe gaat daar komen? Ja. Ola, QC is. Hij deze man. Een van de grappigste van YouTube, Ola. Hij doet ook zijn ding, Ola.
Wallah, ik zeg jullie eerlijk, mensen, iedereen die om zijn eigen krijnt is, ik respecteer hun Wallah uit mijn hart. Snap je? Wacht, wat moet ik nu doen? Wat vind je van... Truc Gaming, jouw bericht is niet doorgegeven. Zerum gaat hij zijn niet live. Nee, als het goed is... Ik weet niet, ik zeg wel nee, maar ik weet het niet. Stap eens in, Merum. Azad? Ik moet wachten op dinges, man. Oh, wacht, ik ga even tanken, ja? Ja, toch even. Nee. Ja man, True Gaming, je komt met de raarste namen hier zo. En dit? Breng me, ik ga met jou mee dingen nemen. Ik ga even tanken, boys, kom maar aan. Laat me even... Serak. Even rijden. Broeder. Doe die gang kleren, of die ring kleren. Ja, was dat niet Mero? Dat is niet Mero, dat is de broer van Mero. Kijk, dat is hij, maar met een andere karakter, snap je? Nee jongens, ik heb geen... Ik heb met niemand probleem, True Gaming. Ga hier geen fitna veroorzaken. Hoe nou nou? Beetje onactief. Ja, ZP, waar blijf je? Nee. Hoe heet dat? Jij mag dat. Jij hebt op twee dinges. Je hebt een mond bij mij, je hebt een mond bij Ennis. Jij mag dat. Zijn we nog een beetje uit over taxi job? Luister dan, Lewis, die taxi hebben wij zeg maar, die gaan wij runnen. Daar hebben wij voor gezorgd dat die in een wapen hebt, doe je hoofd eraf. Dat die in server komt. En Enzo Kno. Ja, Enzo Kno, hola, die man. Voor hem heb ik ook niks tegen te zeggen. Deze man, hij is elke dag aan het vloggen. Dat is fucking moeilijk. Maar over taxijob, Lewis, die gaan wij runnen, man. Wij gaan, mooi om niet alles is er nog. Er moeten auto's komen, alles moet nog komen. Shit, toch? Daar is geen probleem over. En Gio? Gio, die man, Vrouw in beeld, viraal. Oh, ik heb hoofdpijn. Ja, maar hij doet het op een hele andere manier. Oh. Ja, hola. Kan ik zo meteen bij iemand mesje kopen of niet? Mesje? Wil je mesje halen, Baksteen? Voor eventueel, stel dat er iets gebeurt, dat ik toch nog wel eventueel iets kan betekenen. Oh, ja, je hebt niks. Dinges, hoe heet dat? Je weet toch die Accra? Die van die Belgen? Die man heeft 5 mesjes. Ik zal eentje zo meteen kijken of ik kan onderhandelen met hem voor eentje. Ja, komt goed. Ik ga wel praten voor hem, Matjo. Ja, aandag, boys. Jullie zitten hier. Thank you.
Laten we deze kleur even zwart maken. Boys, mensen met die zakelijke kleren. Welke nummer overhemd hebben jullie? Die blauwe, welke kleur is dat? Ik weet het echt niet. Ik heb die... Oh, ik heb niet eens 1000 euro op mij. Want Dirk, je hebt blauw toch? Ja, blauw is die. Ik heb deze voor 7,5 gekocht, man. Is die lichtblauw of donkerblauw? Ik kom even naar binnen, ja, kan ik even meekijken. Het smaakt donkerblauw. Hey, holla boys, besef even. Ik heb niet eens 1000 euro om mijn auto een andere kleur te geven. Wat voor schande is dat? Ik geef jou zo niet huilen. Hij zegt niet huilen. Ik geef jou zo. Deze kon open gaan, man. Ga open! Waarom gaat hij niet open? En dicht? Hoe gaat hij dicht? Show. Deze ook helemaal open. Wisten jullie dit? Ola, dit is een gekke plek voor vergadering. Waar je u tegen zegt. Gewoon hier stiekem en dan moet eentje buiten alles dicht doen weer. Zeg Ola, met dit gekke plek. Dicht doen voordat andere mensen komen. Yalla, loop, ga dicht. Oh nee, dat is de andere. Zie dat? Hey boys. Ja. Yeah. Ik heb een plek gevonden die jullie al misschien hebben gezien, maar dit is eigenlijk echt een zieke plek voor vergadering. Weet er niet, Salim, we weten nou wie wij zijn. We weten ja, ik weet, maar broer, als je deze plek ziet, mochten. Ja. Kom eens naar, kan iemand naar Los Santos komen? Ik ga nu de porto geven aan... Niet ons porto, hè? Aan Azad. Deze True Gaming is fitna aan het veroorzaken. Ik ga open zijn. Ga dicht. Waar is je Red Bull? Mijn Red Bull is... Bij Porto check, Azad? Ja toch. Wat zijn jullie allemaal, boys? Ja, kan iemand naar Dinges komen? Tune Shop. Los Santos. Waar ben jij? Los Santos. Los Santos, ja toch. Daar zo is dat toch? Bro, als je niet weet waar Los Santos nog wat is, dan... Dan wat? Dan weet ik niet waarom jij GTA speelt. Dus ik, bro, GTA doe ik niet om mijn boterham of zo dat ik alles moet weten. Nee, maar yo, deze boys. Moet je weten. Ja. Ben jullie Michael's huis? Nee. Dus ik, morgen. We zijn al lang klaar bij Michael's huis. Heb jij die rip aan? Man, moet ik die aandoen dan?
Ja, rip moet aan. Tof. Gaan we doen dan? Ja? Dat hoor je zo, man. Ik weet ook nog niet precies. Dat hoor je zo. Ik ga even eten voor jou, ja. Baksteen! Ja, bro. Nee, nee, terug. Kom eens. Ja. Ben je ready? Ik ben ready, bro. Oké. Wat? Wat? Hoe dan? Broeder. Hoe ben je... Ben je gewoon tegen aangelopen? Ja. Kun je iets met die kluis? Nee, niks. Waar moeten we naartoe komen, Zalim? Los Santos Customs. Wat is dat? Geef postcode. Volg mij, volg mij, volg mij. 7204. Waar je auto kan een andere kleur kan geven. Wauw, kom, kom, kom. Ik ga naar buiten, dus ik moet verrassend doen. Oké, doe hem dicht, doe hem dicht. Pak hem via de andere kant. Ik ben bij Los Santos Custom, ik zie niks hier. Baksteen, waar ben je? Ben je binnen? Ja, 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 ja. Nee, 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 kom. Nee, 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 je moet dicht! Hey boys, stap eens uit jullie auto en kom eens. Kom eens. Ah, je bent helemaal achterin die dingen. Broer, kijk, het kan gewoon dicht. Ja, ja, helemaal achterin en dan in die deuren. Kijk. Ik weet. Ja, man. Ola, het is wel een gekke locatie. Ja, man, klopt. Hier is een auto uit. Hier kun je gewoon met de auto binnenrijden. Ja. Ja, Ola. Hé, hey, Ola, het is gewoon een gekke plek om mensen mee te nemen. Ja, daarom. Hé, hey, we laten ze hier afspreken. Laten we iedereen hierheen komen. Ja, al die auto's naar binnen, denk ik. Dus wacht, wacht, laat mij even mee. Heeft iemand 1000 cash? Of die... Ja. Kom, kom, waar ben je, waar ben je? Hier. Ik zeg jullie, ik heb goede locatie eigenlijk, man. Met Wolla gewoon een huis binnen. Hey, mond. Heb je hem, neef? Hier komen mensen, daarom. Ze zien iedereen hier met pak. Oh ja, dat is zo. Ja, hier komen sowieso mensen. Dit is sowieso geen goede locatie. Nee, maar die plek is er. Nee. Het moet ergens zijn waar niemand kan komen, man. Ik heb een goede plek, voila. Zeg dan waar. Dat is bij je casino daar in de buurt. Oké, man. Wat? Zeg dan. Bij 7299. Kom maar kijken daar, kom maar. Mochtar. Ja. Voor zometeen, ja. Voor zometeen, jij, ik, Snoes, je weet wel wat, toch? Ja. Alle drie, man. Maar, alle drie? Ja, tuurlijk. Ja, kan niet, maat. Echt gek. Moet, hè, broer. Kan niet, kan niet. Kan niet. Ola, jullie zijn echt bang om die ding te gebruiken. Nee, bro, ik ga die niet. Je moet scheid hebben, ik zeg jou. Als gang, niet risico's aan, maar dat is gewoon scheid nemen. Je moet die wapen moet je niet als spinnenweb in jouw kastje laten liggen. Ja, dat zeg ik. Komt er geen ruïne, je weet toch? Komen jullie naar 7299? We zijn achter hem. Aan de... Hey, afstand van elkaar, beetje. De afgelegen plek. Daarom is het dik. Luister, hier zijn garages. Zet die in de garage hier. Je kan die auto's in de garage zetten hier. Zet die hier in de garage. Daar, die gaat die omhoog? Nee, hè? Het is maar één garage die zo gaat. Oké?
We gaan hier naar binnen. Kom hier kijken. Zie mij met die Bentley hiervoor. Ik kan hier ook auto's kwijtraken. Gelijk, heb je gelijk. Binnen, ja? Toch, hier kan je gewoon wat achterlaten. Hier, hier. Kijk, en weet je al via waar je naar binnen kan, Oesnoes? Ja, de poort, kom. Waar ben jij? Ja. Baksteen, rij je auto hier achter. Oh, dit is heilig, Tom. Zie, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Hoe ga ik nu weer instappen? Daar rechts, daar rechts. Hier, ja, binnen, hier kun je ook nog hebben. Waarom ben je secretaresse, toch? Kijk hier. Ik zo haaieke boys. Daarom ga ik nu instappen? Down, down. Ik ga even gokken, man. Kijk of ik winst pak. Eigenlijk moeten we met z'n allen hier omheen staan. Hé, hey, kan je niet van die plek wisselen nu? Je kan niet meer instappen, man. Hoe bedoel je niet instappen meer, man? Waar ben je? Ja, dat is een glitch, man. Oh, wala, ik zit helemaal vast, boys. Wat zijn auto? Auto, auto even trap geven, auto even trap geven. Nee, kijk, kijk waar ik zit. Kom eens naar het voordeur. Oh ja, dit is heilig nu voor jou, man. Wat is dat dan? Ja, ik kan niet meer via voorkant. Wacht, als iedereen even in de auto gaat zitten, zo ja. Juist in hem! Juist. Ja, hij zegt juist in hem. Ja, juist. Juist. Juist in hem. Juist in hem. Zet die even daarachter neer, zet je daarachter. Ik zet hem hier. Yes. Boys, als hier iedereen verstopt, hè? Wallah, kijk, kijk, kijk hoe. Wallah, ziek als iedereen verstopt hier. Dan die auto's, dat is een gekke locatie, wallah. Je kan hier gewoon iemand. Iemand hoeft gewoon daar bij die deur te staan, daar. Bij die ingang gewoon alleen om bijvoorbeeld met vrachtwagen te blokkeren om hier iemand naar binnen te brengen. En dan klaar. Die man zit vast. Mooi, maar. Zellim, heb je al wat gehoord? Wat is de planning? Ja, ik ga nu bericht 2 seconden. Met wie gaan we praten, dingen, Mochtar? Nee, mag jij niet weten, stil. Je weet wel voor je ding, Ennis. Ja, daarom. Waalaikum salam. Yo, bro. Hey, we hebben deze plek eigenlijk nu al in lockdown. Wat is er gaande? Niks, hoor. Iedereen is zeg maar van ons redden. Ja, ik zit te wachten op hun. En kan je ze zelf niet opzoeken? Jawel, ik heb één nummer, die ga ik even bellen. Taf. Jelle. Ola, 29 man, mensen beginnen even die lijf te lijken. Yes. Hey, wat checken boys, ik zie p'hal ninja iedereen klimmen. Ola, wat taf. Deze moet terug. Ik voel me als Zwarte Piet hier. Hai! Weet je wat we gaan doen? Waar is die? Waar is die? We speak. Hey boys! Disco Nador, Adam Disado, Morad. Luister even goed allemaal, ja? Oké. En schon tijdig zit hem nee, hoe heet policia? Allahumma dira nas, lakin di sujia. Wa akir son fosra sura, fanna in de nadia. Het show hei gajuda, fanna yek familia. En schon tijdig zit hem nee, hoe heet policia? Ramadan, jullie hebben gelijk. Het is tijd voor een keuze, voor ons allebei.
Kies je voor liefde of kies je voor mij? Wees maar niet bang en stel je weer open. Volg je gevoel. Nee, nee, bro, dit is mijn Nederlands die naar boven komt, hè, bro. Is dit dan het einde of een nieuw begin? Hoe het ook mag lopen, heeft het nog zin? Als jij kon voelen waar ik nu voel voor jou. Als jij dat zou zien. Oh ja, je hebt gelijk, Olle, jullie hebben gelijk. Wat fijn. Goede. عشي لافيك امام خدي منك بزاف ولا نسيدي منك بزاف رولي ركب في الحديك امام خدي منك بزاف ولا نسيدي منك بزاف منك بزاف وانا ربع لي شادو خلي داك سمير راكدو أستر ويقو وانا ربع لي شادو خلي داك شمال راكدو في حديثة دكا بوطاب شكل انسا بورطاب باش تباني عليا في صداري زيد ملك زيد دار حديثة دكا بوطاب شفتك هزا كلاك 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 بور سيري وانا تفاقتو بافخاما Ik was even in mijn hoofd, ik moest belangrijke dingen regelen. Daar. Daar. Uit de hoofd kennen, maar een, ja. Ja, weet ik ook niet, man. Maar dat is ook niet mijn probleem, snap je? Dan kan ik een mesje bij jullie gang. Ja, maar dat is weer metagame, man. Als ik nu zeg ja, kom hierheen, snap je? Je moet ons gewoon in de stad vinden. Maar hij was ambulancier toch? Dat mag niet. Zullen we nog gaan overplegen op banken of wij gaan iets leukers doen, man. Maar dan moet ik even antwoord krijgen van. Van dinges, man. Hey, wie is met de G-klas weggaan, boys? Hey, Zellie, moet ik weer hier een uur gaan wachten of wat gaan we nog doen hier? Gaan we nog iets doen? Jij lokt ons daarheen. Ik zeg, we hebben hier gesprek. Nee, ik wacht toch op afgaan. Wat moet ik doen, hè, broer? Afgaan. Ja. Waarom moeten we op hem wachten? Ja, bro, dat hoef jij, dat hoef jij niet te weten, Zalim. Toch, via bodycam. Zellim. Yo. Yo. Iedereen bij elkaar, we gaan een bankje doen. Wat? We gaan gewoon een bankje doen, dit duurt te lang. Zeg, Ola, je wilt bankoverval doen? Ja, wat moeten we doen? We zitten hier met 9 man te wachten, niemand weet wat we gaan doen. We moeten vloes maken, vloes van de echte boos. Oh, ze willen bankoverval. Ewa, kom maar, ja. Ja, er is geen duidelijkheid, bro. We kunnen hier wel gaan wachten, maar ja, en dan? Ewa, kijk maar wat jullie doen, maar met die bank of daar ga ik niet mee aan meedoen, man. Waarom niet? Waarom nee, niet? Die bank of ja, broer, is nu... Er is ook geen politie, er is maar 5. Ja, met 5 kan je... Oké, maar wacht, waarom niet? Ik wil nu weten waarom. Hoe bedoel je waarom, mijn broer? Als ik zeg dat ik niet aan bank wil doen, er is iets anders wat nog belangrijker is. Je zegt waarom niet? Ja, maar Zellim, wanneer gaan we dat doen? Andere redenen. Wat? Wanneer? Wanneer gaan we dat doen? We zitten nou te wachten voor niks. Ja, dat ligt niet aan mij, hoe lang het gaat duren. Dat ligt aan die boy waar we een wapen aan hebben verkocht. Die moeten gaan zeggen opschieten. Dan gaan wij zelf op zoek naar die dingen. Ewa, dan gaan we zelf op zoek, ja, dat kan het ook. Ja, zelf op zoek. Ja, is goed. Dan gaan we dat. Je moet ze altijd gewoon tijd geven. Als degene ze niet komen die, na die tijd, dan moet je gewoon gaan. Net als Ennis en dingen, probeer gewoon. Of je moet even muten en dan zeg ik tegen jou. Kom naar mij toe, dan zeg ik. Ik ga even heel snel tanken, jij 1 seconde. Er is een X5 hier zo bij benzinestation.
gaat doen. Eier. Pas op die jij hebt dit gedaan, hè? Oh, hij zegt, jij hebt dit gedaan. Ben je ziek in je hoofd? Broer, ik heb dat per ongeluk gedaan, man. Wie? Ik deed mengen. Op eens al die auto's komen. Oh, ja, wat is dit? Broer, oh, kijk wat hacker heeft gedaan. Er is een hacker in de stad die dat heeft gespawnd. Wat is die B? Ik heb gratis RSS. Hé, hey, weet je wat het is gebeurd? Allemaal eentje. Broer. Kan ik hem niet in mijn garage? Blijf wel professioneel, man, anders gaan mensen gelijk onzin. Ja, je hebt gelijk. Blijf on the cover, in de auto's blijven, scan gewoon. Jullie gaan springen, rennen, iedereen heeft ons gezien, we gaan gelijk af het testen en we gaan gelijk stoppen. Wat? Je bent Ajax ziel, ik zie wel dat je probeert toch in je garage te doen. Ja, Wolle, ik probeerde in mijn garage te doen, ik dacht misschien lukt. Wat vind je van Bellarino? Zijn dikke moeder en vader hier. Zijn, hem, haar, het. Hey boys, mijn auto is. Je zegt tegen mij onderkoffer blijven, maar hoe ga ik in mijn auto stappen? Wallah, zulke hacks moet je gewoon hoofd van hun. Hoofd van hun moet je gewoon exposen, ik zweer het je. Nee, niet hoofd van hun, je moet hun moeder, vader, iedereen exposen. Die boys gaan zo meteen hier vanzelf komen. Als ze komen, gelijk dacht eraan. Maar, Zelim, je moet sowieso dingen pakken dan. Maar gaan ze dit nou weghalen of niet? Nee. Ik weet niet, man. Volgens mij is niemand actief, Wallah. Hoe niemand actief? Die auto is toch actief? Hey! Ik heb weggehaald voor jullie. Wat heb je weggehaald? Ik viel kreeg tegenaan, daarna is hij geglitcht, hoor. Hij viel juist op jou vanaf mijn ding. Ja, omdat ik er tegenaan ben gereden. Hey, juk! Wat vind je van mij die met de hoofddoek naast de club gaan? Ik moet daar niks van vinden. Ze heeft een vader, ze heeft broers, neven. Die moeten achter hen aangaan. Yo, wat is de planning nou? Ja, de planning is om die ding op te pakken. Ja, maar zijn ze actief? Zijn ze misschien bij verwerk? Ja, dat dacht ik ook. Pak dan die dingen. Wacht, kom, ik ga die ding pakken. Otman! Yo. Kom even een paar broer, door die hacker is heel mijn auto naar de. Wie is die hacker? Ja, ik weet het. Nee, man. Voila, als je mijn bodycam ziet, je ziet alle auto's van mij afkomen. Ik ga even die geld pinnen, die doe ik gelijk. Oh, nee. Voila, ik ben gewoon. Van. Misschien kom eens. Ik ben vanaf hier die garage ingegooid door al die auto's. Boys, die boys die we zoeken, hoe zien hun drijf? Ik ken die. Motors maar en. Als jullie zijn nummer hebben, laat mij weten. Ja, mijn auto is helemaal kapot, kijk die niet van me maken. Blijf even hier voor mij. Ik kan niet normaal. Zeg het je heel eerlijk, boys. We hebben zo'n grote markt. Beuk is die auto van achter? Ik denk, ik zeg je heel eerlijk, spot ze nu. Want ze zijn lager dan ons. Als ze iets moeilijks gaan doen tegen ons, dan pakken we ze aan. Nee, die hebben al moeilijk gedaan, hè, broer. Hey. Kijk nog een keer. Waar ben je? Ja, Otman is mijn auto aan het regelen. Door die hacker is heel mijn auto naar de. Bij Blokpark gewoon. Ja, onder. Ja, ik ga even die ding alles testen en haal die ding eruit. Andere boys, blokkeer even die garage als jullie willen. Is goed, broeder. Oh, wat is dat? Hey,
die ding komt de hele tijd terug. Ze moet dat dv'en, man. Blokker even deze. Zeg jullie heel eerlijk? Ik vind eigenlijk dat we een gesprekje even moeten gaan voeren wie er mee eens is en wie er mee, niet mee eens is om wat we nu aan het doen zijn. Nee bro, tuurlijk is iedereen er mee eens. Jij wordt geneukt in jouw kont. Je wordt geneukt in jouw kont, ja? Je laat het zomaar gaan. Helemaal niet, het is onzin. Wie zit achter in de dingen? Ik ben dat Mochtar. Oh, wie is die RS6? Wie is RS6? Er is RS6 daarboven, kom kut. Nee, die hoort niet bij ons, van wie is die? Ryan man. Blokkeer hem naar buiten, blokkeer die weg daar. Zo. Ik sta hier buiten, ja? Ja, je kan gaan. Ik heb hem naar buiten, Bos. Kijk uit dat hij van de andere kant komt. Nee, ik wil ook uitstappen. Nee, hij is weg. Nee, ik sta beneden. Drie boven, ja? Ja, toch? Boys, die boys staan hier, hè? Hé, hey, die boys staan hier, hè. Die boys staan hier. Wij weten wat hier is, toch? Ja, oké, toch? Oké, we komen eraan. Zien jullie dat ook? Of ben ik de enige? Ja, zien wij ook, ja, man. Mensen, doen ze allemaal even liken, hola. Kleine moeite, like is die stream. Hé hey boys, die man in die Ameri vraagt of ik iemand wil rippen. Wat? Hier met die trui, met die witte schoenen en zo. Zeg tegen hem van waar ben je? Welk gang zit je? Zit je in een gang of niet? Hij is van nergens lief. Hij is net geript. Hij vraagt of wij iemand willen rippen of niet. Die man heeft koek. Hey, zien jullie deze mannetje in zijn jeep? Hij hoort bij die OTF. BMW is daar ook. Ja. Die BMW moet hebben. Deze BMW is nog gek. Maar die IBA's moet weg. Ja, ik heb ook die pistool op mij, hè. Hey boys, die man op boven Blokkenpark, die heeft iemand geript zojuist. Cool. Goedemorgen, Miss Doobie. Ik kan niks doen, man, die IBA's is hier. Hij zit hier bij mij. Die Golf 8R. Golf 8R is van Dings of van die Belgen. Ik ga kijken of die IBA's achter mij aanrijdt. Hij is verdacht bij me. Wie is deze BMW? Hey heren. Ja, goeiedag. Hey, goeiedag, lekker weertje. Jawel, het is wel lekker weer, ja. Ja! Yeah. Hey, zou jullie me kunnen volgen? Wat zin, je moest wit houden, man, of grijs. Ja, maar dit is oké. Oh, dat is zwarte standaard. En waar moeten we volgen? Heer, wat is dit? We gaan wel volgen. Jalla. Hey, kom eens even. Stop. Die motor rijdt achter jullie aan, hè? Hey, Nefo. Wie zit op die motoren? Hey, yo. Wie zit er op die motoren? Ja, Ennis en Oesner. Ja, dat zijn wij, rustig. Hebben jullie iets op zak? Ja, ik. Wat heb je op zak? Ik nu. Nee, niet jij. Ennis, wat heb je op zak? Hey, ik heb locatie nodig, boys. Zo kan ik ook niks. Ik heb ook geen locatie, je hoeft niet locatie. Dit is sensatie van de politie, daar hoef je niet mee te bemoeien. Ik ga ze gewoon wegscheuren, klaar. Ja, ik ben die G-klasse, ben ik smijden. Hey, luister, die boys, die van die OTF ofzo. Ja. Zij rijden in zo'n jeep. Mm-hmm. Hey, wat doet hij? Hola, wat doet? Zij rijden in zo'n BMW.
Op die motor. Ja. Ze waren net met z'n allen hier, maar nu weet ik niet meer waar ze zijn, man. Wie achtervolgt mij de hele tijd? Yo! Yo! Oh, dit ben jij, holla. Ik dacht al, ik wilde uitstappen en... Holla, ik wilde uitstappen en schieten! Nee, van nee. Op wie? Op deze Bentley, maar ik wist niet dat dingen zet was. Hé, maar die boy hier met die Amir hier achter ons, hoort hij bij die andere gang? Nee, man. Die boy met Amiri had net naar mij gezegd van, dat hij is geript. Die man heeft koevoet. Ik heb geript. Ik heb die geript. Ah, ja. Lekker. Luister. Ja. Wij moeten die plek vinden van hem. Die motor blijft wel plakken met ons, hè? Als we die plek hebben, dan... Kijk, die motor blijft plakken. Kan iemand komen dan 9-3x2? Ja, daarom, broer. 3x2. Kom, reis, een beetje achterliggen. Yo! Yo en neef! Kom, boys, kom. Hè? Ik heb een glam. Wat? Heb je die boy? Nee, man. Hebben jullie daar hulp nodig? Ja, kom voor de zekerheid. Ik weet, praat voor mij, ik weet. Waar zijn jullie? 9-3x2. Rij richting... Inbound, ik ben daar. Oké, ik rij richting inbound. Oh, die beer, wat doet hij? Even voor de duidelijkheid, mocht dat even aangeven, lief schat? Wat zei je? Nee, ik zei tegen Mochtar. Wow. Oha! Ik heb je uitscholden. Wat de fuck zegt deze man allemaal? Nee, maar dat is frustratie omdat er op een gegeven moment dingen gebeuren waar jullie niks aan doen en hij niks aan doen. Ik zie 3 mensen met masker in Blokpark staan. Wat doet deze man? Hij komt specifiek naar mij toe. Nee, je hebt Ultron. Ik zie 2 mensen met een body armor, masker en een holster. Ja, dat is toch mooi? En wat dan reikt toch weg? Is toch scenario? En dan rijd ik weg toch, achtervolging. Ja. En als ik daarna word gebukt door een motoragent, rijd ik gevaarlijk? Volgens mij moet jij ook aan de veiligheid houden. Dat je niet te dicht bij mij komt. Nee, ik rijd op mijn linkerbaan. Holla, serieus. Ik blijf het scenario ook, blijf hier gewoon nou. Ja, weet je wat je doet? Ga maar allebei op die motor. Ga maar allebei op die motor. Ik ga verder met die scenario, maar... We gaan verder, alleen die motor moet even fixen. Ja, hou het gewoon 100, want het gaat eigenlijk maar snel. Daarom. Daarom zeg ik het, bro. Niemand is geflipt. Ja, daarom. We hebben net met z'n allen. Oh, dan ga ik mijn hoofd hier moe maken terwijl ik die andere mensen moe. Wolle, dat is altijd hij. Wolle, altijd Ennis die niet zijn verlies kan. Nee, is niet verlies. Hij werd gebukt op motor, gewoon, mag niet. Ja. Gewoon verder rijden. Ga je mij contacteren als we ze gaan pakken of... Broer, we hebben ze net gezien. Ik kon ze pakken tot die agenten aankwamen. Netus, hoe bedoel je Netus? Mag ik binnenkort mod? Ja, tuurlijk, Wolle, ik zie jou, je bent vaak aanwezig. Dus ik had mijn trainer zeggen van blijf een beetje hier rondhangen. Ja, Wolle, als je dat kan zeggen. Ik ga dat zeggen, Sef. Sef, ik zet jou dan een Blokpark af, maar pas op. Zo is goed. Dat is. Ja. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar mooi. Saf. Zeg Ola, was eruit? Ola. Saf, is goed, Henne. Jalla. Jalla, rust. Hallo, Samuel. Salam. Alles goed? En nee, jullie komen gewoon weg toch met die motor? Zeg Ola, dit is een Dreddy? Ik ben Mohammed Adred. Hoe snoes? Ja, we zijn even Jozef die ding aan het bespreken. Van, je toch? Ja, maar jullie komen gewoon weg toch? Wel mooi G-Wagon, maar het is snel. Sowieso.
je hoeft maar overhoofd te gaan, ben je klaar? Dan gaan wij even verder in de stad kijken naar die boot. Ja, ja, ga, doe jullie ding. We lossen dit wel. Zellie, waar ben jij? Blokpark. Zo, als je iets ziet, dan kom. Ik ga even tanken. Oh, dat is gewoon is gewoon een dreddy. Hé boys, jullie laten mij schrikken elke keer, man. En voor rust gaan, nee. Heeft iemand geld? Ja, ik heb. Ik ben al bijna 2 uur leeg, terwijl ik dat niet eens door heb. Ja, laat instappen. En nog achter je aan. Mochtar, wij moeten die andere gaan zoeken, man. Wacht even. Waar ga je heen? Wacht. Kijk naar mij goed. Ik weet denk ik. Kijken naar jou, kijken naar jou. RSS. Hij hoort bij je, hè? Hoort hij bij hun? Hey, neef. Hallo. Hallo. Verkoop je deze RSS? Blijf op. Wallah, Biele, volgens mij hoort oprecht bij hun. Wallah. Pak hem dan. Maar ik weet niet zeker. Laat hem praten. Hij praat niet. Ja, Rip, kan je ons ophalen. Wat? Waar? Neem gewoon mee, ik met haar praten. Haven, kleine haven. Luister. Wat daar je komt er doen. Ja, we gaan twee tellen. Hallo. Ja, twee tellen. Hoi mij. Doe maar. Yo. Luister, stilstaan. Niet wegrijden. Wat doe jij? Ja, maar niet wegrijden. Wat doe jij? Dat mag niet eens. Uitstappen. Hoezo? Uitstappen zeg ik. Ik heb op jou. Hoezo? Bro, uitstappen. Met welke reden? Stap in die auto en dan vertel ik jou het. Niet in die auto, in deze. Ja, laat lopen. Controleer hem eens of hij wat heeft. Ja, kijk. Doe ik zo. Hij was net al boven bij Blokpark bij ons. Ja. Fucking hinderlijk. Ja, maar zijn jullie Anis? Dan kom ik nu. Kom op. Ja, echt hinderlijk, hè. Lief. Waar? Echt hinderlijk, hè. My back, sukkel. Ja, sukkel. Ga je zien wat ze doen. Wat zijn jullie? Sukkel. Ga jullie kleine zemmel. Dit zijn die jongetjes die het te serieus nemen. Ik pak auto's. Ik pak zelf, we zijn nog bij kleine haven. Ja, maar je hoeft niet te huilen. Ja, toch niet. Politie zit achter mij aan, ik ben in die berg, man. Hé, hey, trouwens, boys. Ga eens terug naar die auto van hem en kijk eens wat hij daarin heeft. Ah, is goed. Wat? Ga eens terug naar die dinges, want hij stapt er weer in. Jullie zijn geen politie. Nuffel, zeg ik dat? Nuffel. Je moet toch niet iedereen checken, bro. Ik ben er weg. Wij checken wat wij willen, ja. Want jullie zijn geen politie, je hebt daar geen recht op. Ja. Je praat te veel, zeg je. Je kan niet eens rijden. Je praat te veel, omdat je mij genoeg geeft. Waar gaat deze man naartoe, bro? Een mannetje van ODF nog wat, toch? Wie de fuck is ODF? Ja.
gewoon privé, niet in Porto. Ola, jullie denken echt dat jullie slim zijn, Ola. Wie is jullie? Ja, wie is jullie? Ola, maak mij van OTF. Nee, hou je mond. Even locatie, je bek is, broer. Aan je bek, hè, broer. Even locatie. Kom naar dinges. Vliegveld. Jalla, uitstappen. Uitstappen. Uitstappen! Hallo! Hey, zijn wagen is meegenomen door iemand, man. Zeg Allah? Die wagen is niet meer. Jalla, ga op die trap. Hoezo? Lopen, hè, bro. Dat was toch richting blokpark benzine, ja, zo? Ja. Ja, Allah, die wagen staat niet meer. Doe even je handen omhoog. Ja, dan kom, op die trap. Waarom? Allah, ze hebben slim aangepakt, hij is los, denk ik. Ja, hij is weg, man. Lopen. Lopen. Fuck. Ja. In ieder geval, je hoeft niet te kreunen als je praat, hè. Wat? Wat? Waar zijn jullie in, op vliegveld? Je weet toch die locatie? Van waar eerst die ding zat. Ja. Kom maar aan. Ga helemaal naar boven. Jelle, lopen, naar binnen. Waarom doe je dit? Naar binnen. Dat blokpark, kijken of die RSS daar zit, ja? Fuck, bro. Niveau, ik ga helemaal niks doen als je gewoon straight tegen mij bent. Dat zeg ik je alvast. Safé? Blijf hier staan. Kom jij omhoog, Niffel? Ja, we zijn. Heb jij een wapen op je? Ja. Is even schot, kom naar boven. Niffel, stop eens met die kreunen, man, als je praat. Zeker dat hij van die groep is? Pak eens jouw wapen, Mochtar. Ik wil zemmen. Luister, Mochtar, ik ga naar boven, laat hem naar boven lopen, ja? Dat hij niet wegrijdt. Goed gedaan, maar jouw naam zeggen bij hem. Ja, niet meer, joh. Jelle, kom omhoog. Ik ben van gisteren. Jelle. Van waar? Bij die rand staan. Ik ben Youssef. Oh, ben je Youssef? Ja, ik weet niet waarom deze man mij pakt, maar oké. Nee, Youssef hoort niet bij hen. Oh, Youssef hoort niet. Maar ben je zeker, Youssef? Maar bij wie hoor ik? Laat jou in het Duitskaart zien. Ja, dan ben ik fijn. Ga eens een beetje naar achter, boys. Dit is Youssef, hij hoort niet bij. Ja, dan als hij het. Niveau, deze man gaat er sowieso uit, hè? Deze haar gaat er sowieso uit. Hoe bedoel je? Nee, hij heeft fucking grote mond, dan krijgt hij maar een kogel in zijn benen, broer. Boeit mij niet. Nee, stop. Hij heeft vorige keer. Heb je nou iemand verkeerd gepakt of niet? Hoeft niet, Van hun hebben we, die doen we vaker met die kogel. Zelim, hoeft niet, dan gaat hij bij als je komt voor saus. Hoeft niet, safi. Mooi, kom. Als wij volgende keer iets aan jou vragen, heeft een grote mond. Hij heeft een grote mond. Als wij volgende keer tegen jou, praat gewoon serieus met ze, reageer gewoon normaal op. Oké, maar wacht, timer. Maar broer, ik ga wat zeggen. Ja, het heeft geen reden. Voor jou is het misschien geen reden, maar voor ons is het wel een reden, snap je? Dus jij moet sowieso meewerken. Ik ga wat zeggen. Maar ze moeten voor je auto checken. Wacht, die auto van jou, hè? Waarom zit jij te metagamen? Te metagamen? Ja, te metagamen. Met? Broer, toen ik tegen jou zei, gaat die auto instappen, had ik jouw komst alles afgepakt, toch? Mm-hmm. Hè? En hoe wist toevallig jouw Mattie dat jij daar was en dat je die auto is weg mee... Welke Mattie? Ja, ik weet niet. Jouw auto is daar opeens meegenomen. Dat is niet mijn auto, man. Ja, broer, daar heb je jouw spullen in gestet. Zal ik ergens checken? Ja, dat weet ik dat niet jouw auto is. Ja. Ik vraag je, waarom zit je te metagamen? Wees gewoon eerlijk tegen ons. We gaan er niks mee doen. We willen gewoon dat je eerlijk bent, zodat wij volgende keer... Broer, ik heb op bodycam alles, hè, broer. Ik heb alles hier. Daarom, wees gewoon eerlijk, wij gaan niks mee doen. Wallah, maar gaan we iets mee doen. Maar wees eerlijk tegen ons, zodat wij jou met je rust gaan laten. Wat zou ik moeten stashen dan? Weet ik niet, maakt niet uit wat je hebt gestashed. Kijk, ik zou het, stel iemand zou het pakken, dan zou ik het bij jou laten. Maar kijk, jij gaat mensen nou boos maken. Wees gewoon eerlijk, wij hebben jou met rust gelaten.
Ja, ik heb al gezorgd. En als je het zo moeilijk wil, ga logs vragen of kijken of ik dingen heb gestashed. Als jullie het zo. Maar wie heeft die auto gepakt? Wat zei je? Wie heeft die auto gepakt? Laat mij weten wie. Is die van jou? Bro, nee. Dat is die auto toen er mensen in de stad leuk van me doen. Ja, die heb ik gewoon gevonden. Niffo, toen ik hem hands up, hij stapt eerst die auto in, toch? Hij stapt eerst die auto in. Mag ik gaan kijken of... Mooi muziek, kijk, wel even de volgende keer, werk gewoon mee, man. Bro, ik vraag... Broer, ik word zomaar gehandsupt. Ja, maar ik zeg toch nogmaals, voor jou is het misschien zomaar, maar voor ons is het misschien de hele scenario geweest waarom wij jou hebben. Je moet gewoon meewerken. Je kan niet zeggen met in de dingen van, nee, ik ga niet meer werken, ik blijf in de auto. Dat kan niet. Uiteindelijk ga jij de problemen krijgen, niet wij. Wij hebben ons bewijs waarom wij jou gaan aanhouden of mee willen nemen, snap je? Maar waarom gingen jullie me pakken? Ik hoef dat niet te vertellen. Voor ons is dat een scenario. We gaan nooit met 8 man tijd spelen voor jou alleen. Dat moet je weten. Ja, maar iemand zegt dat OTF. Ja, ken je OTF? Ja, en hebben mij gisteren als hostage genomen. Oké, mooi. Ik weet waar een stash is. Waar is hun stash? Ik ga hem wachten. Het is bij die. Stap bij ons in, laat ons zien. Zet hem achter. Ik weet ongeveer waar het is. We hebben stash van die OTF. Deze man, die Yusuf, gaat ons de stash laten zien van OTF. We gaan hem daarop. Je kan hand omlaag. Hey, Zellim, kan ik even jouw auto? Ik moet even een sample ophalen. Kan ik jullie gebruiken snel? Ik moet naar Blokken Park. Weg? Met Mo gaat daar? Oké, is goed, pak man. Wacht, niet in die auto, Mochter, je hebt die ding op je toch? Meenemen, ik ben daar voorbij. Ja. Kom. Dan stap in. Ben je morgen live? Ja man, True Gaming. Wat vind je van Slee? Ik ga niet zo rustig. Wacht, boos, ik ga even drinken pakken. Kun je even lokaal zetten? Wacht. Ja, we willen het eigenlijk het het klopt wel wat hij zegt, want ze rijden altijd naar het noorden toe. Mijn boy is geen locatie, waar moet ik heen komen? Luister, kan even iedereen, letterlijk iedereen, bewegen naar postcode? Ja, maar tegelijk. Postcode 3014. Niet iemand 3014. Dat is een hete hotspot, wij moeten kijken, misschien dat daar mensen aanwezig zijn. 3014. Mocht dan nu hij dit zegt, weet je waar ik aan denk? Weet je nog, daar toen wij in de buurt waren, waren heel die motorgang daar. Ja, klopt. Als dat zo is, bro, dan word je ook beloond. Hey, wat hoor ik? Wat is stofzuiger? Ja, dat is glitch, man. Hoe lijkt het gewoon. Hij zeg maar stofzuiger tegen jouw mond aan, zo. Ja, ik heb dat heel tijd aan, man. Shayatin. Kijk, hier lag die auto van hem. Subhanallah is weg. Subhanallah, politie. En toevallig gaan ze achter mij aankomen. Ik hoor Skoutu in Noorden, dat jullie weten, er komt Skoutu daar naartoe. Is. Wie is dit voor ons? Ik ben Noord aan het gaan, ik zie een auto en een motor, is dat van ons? Wij rijden in Euros, man. Bij 30-40. Hoe laat ben je morgen live? Hoe laat moet ik live komen? Vriendengroep. Wie zijn die groene vriendengroep? Wat? Adranik. Wie? Bro, hij zit bij OTF. Kan niet anders.
3 is ODF. Zelim, waar zijn jullie dan? Jij zegt net die ODF heeft mij gisteren ontvoerd en nu zeg je wie is ODF. Ja, maar wie zijn die boys? Want ik ken ze niet persoonlijk. Wat namen? Wie zijn hun? Ik weet alleen dat ze een zwarte outfit hebben, zwarte brabants en shit. Ik probeer mijn best te doen, Anif. Oké. Waar is er? Ga eens naar rechts. Ga naar rechts. Door. Ja, klopt wat hij zegt. Het was hier eigenlijk. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Het is hier ergens. Dat zijn die garagebokjes. Ja, 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 ja. Ga je zien naar links? Oeh, ik zie auto. Waar, waar? Nee, hier voor. Oh nee, dat is van weg. Ja, maar het is. Eén of voor mij. Ja. Ja. Hola, Ennis, ik probeer mijn best te doen, man. Nee, man. Als jullie mij horen, jullie mij. Hey, wie is deze chicky? Waar zijn jullie, boys? Dit is kleuter. Dit is jongen, jongen. Wie ben jij? Boys, kom op, man. Ik kijk zo filosof op mijn porto. Wie ben jij? Yo. Baksteen, hoor je mij in porto? Wie ben jij? Mijn naam is Kilian. Baksteen. Waarom volg jij? Ja, bro. Hoor je mij in porto? Ik hoor jou, ja. Volg jou. Ja, toch? Doe mijn hand omhoog. Je mag uitstappen. Wie, ik? Ja. Ja. Kun je die nakko op jou, wat hier? Hier. Uitstappen. Wat doe je van me? Ik heb geen doek, hoor. Ja, bro. Maar hoef je jouw doek niet. Er wordt een pistool op jou gericht. Oh boys, ik wil niet verkracht worden. Ja, laat instappen in deze, in die Jurus. Ja. Bruine. Wat zei je? Instappen in die bruine Jurus. Oh, oh. Nefo, oh, oh. Oula. Dat was sprongelijk, was sprongelijk. Ja, je kon, oula. Ja, je moet. Nee, instappen, instappen. Je hoeft niet ons te volgen. Nu. Nee, hij is nu open. Ja, laat bent hem vast. Bent pak zijn vast. Zijn, ik ben wel een zij. Ja, voor mij ben je een zemmer. Stop, stop, wacht, stop, 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 stop. Oh, nou, zei vader. Schiet, schiet. Ga eens uitstappen. Uitstappen. Ik ben vastgebonden. Ik heb je net uitstappen. Losgemaakt. Uitstappen. Boys. Wat zijn jullie jongens? Je zegt vader, dit dat toch? Uitstappen, zemmel, uitstappen. Doe je ramen open, doe je ramen open, doe je ramen open, links achter. Ja. Links achter, ramen open. En heb je hem doorgekregen? Met Z-spier. Ik heb kinderen. Ennis, heb je locatie doorgekregen? Ja, maar die gun kan je die ook het echt richten tapoen, die mek. Ja, die mik in de ding van je dinges, ja? Ja, ja, we hebben iemand... Wat, deze gaat ergens naar toeps, nou af! Ja, dan sturen! Sturen! Jullie hebben mijn kogels bespaard. Jullie hebben mijn kogels bespaard. Stap eens even uit, beste broeder, stap eens even uit. Je hebt mijn kogels bespaard, dat zeg ik. Jalla, uitstappen. Goeie werk, man, laat mij uitstappen dan. Stap uit, jongen. Dead man. Nee, niet schieten, kogels. Netjes spijt. Ja, luister, wat is precies de bedoeling? Weten werken, zo simpel is het. Maar het feit dat jij dan zegt, oh, ik ben bang en niet schieten, weet ik het wat allemaal. Dat bewijst maar weer hoeveel zin je erin hebt. Niet schieten, niet schieten. Ik wil een politiemelding. Ik wil laten doen. Ja, maar bro, ik heb zin in. Ja, maar bro. Als je er geen zin in hebt, waarom heb je wel zin in? Eeuw, as af. Nee, 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 hola, kogel. Nee, maar waarom schat je moeder, zijn vader zijn? Broer, hij gaat eruit, bro, hij gaat eruit. Hij schat moeder, zijn. Waarom schat jij. Als je een man bent, als je een man bent. Als je een man bent, ja, kom je dat tegen mij voor mijn gezicht, zeg je, ja? Waar, waar? Zeg je dat waar, waar? Kom naar Utrecht, ik ga je laten zien waar. Utrecht, doe pas nu, doe pas nu. Jalla, jalla, ga liggen, zeg. Doe niet doen. Zo, kijk, wie ben je nou? Hoe kan ik die mannen serieus doen? Jalla. Ga je iemand anders regelen, ga je iemand anders regelen. Het is. Rij. Ga eens naar 3003. Baksteen, kan je mij nog horen in Porto? Ik hoor jou, hoor jou. Oh, ja. Wat moet ik met die dingen doen voor mij? Hier is even een trankje. Maar rij hier een beetje verder. Nee, 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 is niet hier. Nee, maar nu gaat Ibaas deze kant op, komen trouwens. Ja, waar gaan we heen? Pak die grote brug rechtdoor en pak je. Yes, bij mij in de auto toch, Zelim? Ja, ja. Wacht, ik ga zo'n jongen bellen, hij wil coke van mij kopen. Misschien is dat die jongen van OTF. Kijk eens. Ik ga hem bellen, ja. Terwijl iedereen stil zijn. Maar hij is niet in de stad, zippie. Zou uit de stad gaan. Hey. Ik kom dicht bij het kanaal, hè. Ach, jee. Pak die brug.
Hey, rustig rijdt op die brug hoor. Waar gaan we naartoe? De richting stad wel. Hier, hij is eruit. Waar gaat deze brug allemaal heen en voor? Die gaat naar de rechter snelweg, man. Weet zo. Wat mag daar? Ja. Normaal gesproken, als je één kogel schiet, die HP van die wapen gaat weg, toch? Ja. Onder mij is het precies hetzelfde gebleven. En ik heb geschoten, lekker. Waar is de Ennis? Ik weet niet, Tom. En Oesnoes. Waar is Oesnoes? Oesnoes! Yo. Waar ben je? Hier. Waar? 30 seconden nu, wacht even, ik ben met Bo Electro in gesprek. Ennis! Ja, hij is met mij. Hij is met mensen, mij. Doe eens even allemaal lijken. Was 30, was dat niet 30? 30, 13. Doe eens hem opzetten, 30. Dat is letterlijk weer terug. Allang gedaan is gewoon, ja. Let me show. Kijken. Ja, Allah. Ik ga eruit, man. Wola, Lewis, dat is zo'n jouw strijd. Oh, Wola, jullie hebben gelijk. Ik wil iets bestellen, man. Als ik heb honger. Dat is mijn telefoon. Oh, die is in het later. Wat hebben jullie met OTF? Oh, OTF gaat 1 voor 1, ja? Ze gaan zeg maar gewoon. Oh, en bro. Ik... Je weet, er is niks gebeurd. Als je ons tevreden wil houden, als klant wil hebben. Mooi, dan moet je ons naar je bij je baas ofzo. Je zet me ook echt op het vijfste plek ooit neer. Je hebt toch wel auto's, lijkt me? Nee. Niet? Nee. Ik heb een mili, maar ik heb geen auto. Je hebt een mili, maar je hebt geen auto. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Heb je zakjes? Zeg je? Heb je zakjes? Kook of wiet? Ik moet nog even werken. Wat is er nu nog open dan? Ja, ik weet niet. Ik ga kijken. Dus je hebt niks? Nee, nu niet. Wacht, ik geef die man wel een van mijn auto's. Dus kom. Waar zijn jullie, boys? Wij komen naar jullie. We zijn linker snelweg bij A. 50-33-4. 50-33. Oké. Jalle en Nef, ik heb daar voor jou iets neergelegd. Verkoop je eentje. I. Ja. Mijn, man. Anders kan ik zelf niet verwerken. Oké. Maar jullie hebben toch gewoon een key? Hoe weet je dat of wij een key hebben? Ik weet dat jullie een key hebben. Hoe weet je dat? Dat is zo'n hele truc, hè. Is er een stilte gaat toch? Yo! Laat hem uitstrappen, haal item hoe hij weet dat wij 250k betaald. Kom hier! Ga hier tussen die ding daar, tussen die steken. Kom. Lopen. En daartussenin, F10, ga op je. Zeg gewoon hoe hij daaraan komt. Niet schieten, komt die bij, je hoeft niet. Ola, geen koken. Hoe weet jij hoeveel we hebben betaald voor die dingen?
Omdat ik zoals ik net had gezegd dat Matty ben van je man. Wie zijn Matty bij jou? Waar voor jullie de key heb gekocht. Hoe heet diegene? Dat weet niet je zelf toch ook? Niet schieten, hoe heet diegene, anders zijn we gered. Zeven politie in de stad. Vraag dan even. Komt, ik heb die auto, gezien. Stap in. Knal hem af. Knal hem af, Ola. Nee. Ola, Mochtar. Deze man, hij kan niet eens. Hij kan niet eens die naam opnoemen van wie wij het hebben gekocht. Dat weet je niet. Nee, ik wil dat jij die naam gaat opnoemen. 3. 2. 1. Zeker weten? Ben jullie nog zitten op dezelfde locatie? Ik vraag jou nog één keer. Ja, man. Jij bent veranderd. Jus, van wie heb je die naam? Wat zeg je? Van wie heb je die naam? Die naam? Hoe hij zegt? Wie heeft tegen jou gezegd? Ik, het is toch mijn Matty? Ik vraag, oké, hoe heet jouw Matty dan? Wie, hoe heet die? Ik had net die naam gezegd. Zeg die naam nog één keer. Mochtar. Oestens weet. Mochtar. Wie, noem naam. Ja. Eén of schiet eentje en dan gaan we weghollen. Waarom doen jullie zo moeilijk over een naam? Jullie kijken niet. Zeg, bro, het is toch niet moeilijk? Oh, jullie vraag dat, ze weten. Ik vraag nog één keer, ga je zeggen naam? 3, 2, 1. Wat? Doe maar. Zalim, knal maar, kom. Maar ja. Hey, Zalim. Hier is die auto, hier is die paarse die ik bedoelde. Hij rijdt hier twee. We zijn hier, terug. Kom. Laat hem instappen. Instappen in die, Oeroes. Hey, ik en Oeroes hebben lift nodig, man, boys. Kan iemand van jullie ons ophalen? Waar zijn jullie? Wij zijn op dit moment bij Linkersnelweg en daar staat letterlijk een nummer of een letter T. Op de map staat letterlijk T. Ik heb jou vastgebonden en jou komt zijn af. Ik kom nu naar jullie toe, ja? Mocht dat weg hier, de IBA's gaat komen. Ja. Ik ga even dingen ophalen. Dit is die auto van hun, hè? Ja, dat is hij. Je mag niet, 5k. Dat is op een illegale plek, en dit. Hij zit niet op een illegale plek. Hier langs ons, langs. Je rijdt langs ons. Ja, Ola, je kan even rijden. Wie ging dat onderuit, broer? Dus wie ging dat onderuit? Ola, nee, niks aan de hand, boys. Wacht. Yo. Niks aan de hand. Sorry, ik kom erin. Ik heb een van die OTF gangmembers gespot hier op Blokkenpark. Ik heb eentje van hun hier in de auto. Wow, dit perfect. Ik heb hier nog eentje hier in mijn zwarte Brabus Blokkenpark garage. Oké, Savi, is goed. Ik geef door. Savi, perfect. Is Savi, kom. Nivo, vind het wel heel... zeg maar heel knap van jou dat je vastgebonden al eruit kan komen. Wat heb jullie gedaan? Hey, luister dan, boys. Je plek toch? Dirk, je plek. Kom, ja, zat. Kom. Oh, je kan voortrekken omdraaien, joh. Ik help jou. Ja, niet doen. Boys, kom naar boven. We hebben hier plek. Hand omhoog houden. Als goed, kun je niet rijden? Kan niet meer, man. Moet echt dingen roepen. Wie is dit? Dit is een van de OTF'ers. Ande, wat doe je? Bro, wat ben je aan het doen? Hè? Doe maar handjes omhoog. Wat? Wie is dit? Ga eens praten. Hallo. Oh mijn god, dit is Tom. Oh, ik dacht al, Tom is alleen de enige hier in de stad die met een tasseloon rondloopt, hè. Kom, Tom. Dit was die we wou rippen, hè. Wacht, Tom, heet je moest. Hij reed twee keer langs net. Reed net met die Moetsie Boetsie of zo? Ja, hij reed lang twee keer langs. Dat was hij, ja. Wacht, twee seconden. Hé, Tom. Ja. Pak deze op de grond op.
Oh. Hola, ik pak dat zomaar van hem af. Ja, boy. Tadas, waarom teruggeven? Nou ben ik gecrashed voor niks. Hij zei, ah boeien man, Wolle, ik had eigenlijk moeten pakken. Ja. Jelle, kom, Tom. Maar doe maar weer je handjes omhoog dan. Kom. Ik was fucking blij, ik dacht wij hadden ze. Wolle, ik dacht wij hadden ze. Ja, maar ik krijg net van Ali te horen, eentje zit op blokkenpark. Eentje zit op blokkenpark. Ja, kom met boys, kom. Allemaal daarop af. Hey boys, kom, we gaan naar blokkenpark. Hij is eentje op blokkenpark. Tom, kom instappen, Tom. Waarom? Ik was nog bezig. Tom. Stap in. Kom naar boven als je... Ga je nog instappen? Ja, ik neem ze mee. Ja. Er zijn 5 man in die wagen. Ja. Toch? We zitten al vol. Osnus, je kan erin. Ik zit er al in. We zitten al vol. Oh, dat is Mero. 4, nee, dat kan nog... Oh ja, zit vol. Rij naar blokpark. Ja, ik krijg dood en daar zijn. Boys, met z'n allen naar blokpark. Wallah, ik dacht we hadden hem. Hey, maar Tom. Wanneer gaan wij even overvalletje gooien of zo? Hey, luister dan, Tom. Ik zou beter even die motor weer uit je garage pakken, want rijden kan je niet. Man, crasht gelijk. Hij is niet zo soepeltjes. Ja, dat maar die politie doet niks. Ze komen niet op die schietmelding af. Is er iets te bezig of zo? Een bankje of zo? Nee. Volgens mij zei die wel dat er een overval was of zo. Hey, kom aan counter, hou. Heb ik ook wel zin in. We zijn zo sterk nu op dit moment. We kunnen doen wat we willen nu. Luister, we gaan eerst... Eerst die groep moet even aangepakt worden. Moet. Dat is op dit moment prioriteit. Maar wat mij het meest heeft verbaasd is dat Tom niks in zijn inventory heeft. Normaal man is geladen. Ik zag je heel eerlijk, had wel gewoon 10 doezo cash gewoon op zijn dingen mee. Maar je hebt niet die kofferbak gekeken van die Mitsubishi. Ja, die vliegt niet zomaar uit de bocht. Die is misschien volgeladen. Zeg ik, Sven, die is volgeladen? Waarom denk je dat hij uit de bocht vliegt? Hé, hey boys, kunnen we niet even die auto checken? Wij moesten gewoon actie ondernemen, Oesnus net. Wat? Ik wilde dat doen, hè? Je ging snel die auto in. Jij zei al, maar weet je wat ik aan het twijfelen was? Ja. Tom, de meeste mensen doen die motor op de motor aan. Wie rijdt er? Of niet? En dan zeggen ze dat het niet zeg maar een masker is. Dat het gewoon een motorhelm is. Wie rijdt er? Daarom, maar nu is de vraag, is die motorhelm die je op hebt, is dat ook een helm voor criminele activiteit of niet? Nee. Ja, dat is een masker, oké. Rij. Handa! Je dikke moeite. Pak hem. Ja, hola, zijn er. Heet die nou door? Ja, hij reed door. Jelle, zie je die? Die brave, dit is Ali, dat is Ali die voor ons. Graag goede komst. Ja, waar is Ali heen gegaan? Ik ga gewoon naar rechts. Ik zag daar een auto net rijden hier. Oh, hij is hem ook kwijt. Hé, hey, daar, hij snitcht jullie volgens mij. Boys, we rijden momenteel ten hoogte van... Even kijken, we gaan nu de brug op richting AWB. Ja, wat is dit nou? Brug AWB. Gaan we links af. Hij heeft jullie volgens mij gesnitcht, ga weg daar. Hij heeft gesnitcht. Opa, hij kan vies spelen met Biggie TV en zo, dus geen voorzichtig en geen normaal. Gelijk de 100 reden. Gelijk berg, ben je gelijk weg. Ja? Ja, maar je hebt 2 pistols op je, waar ga je nog een rondje rijden in de stad? Handig! Zo snel mogelijk of rood, want... Hier is nu jackpot, hè, boys. Mes, ja. 2 pistols. 2 pistols, ja. Hier naar rechts. Ja, is gelijk, off-road. Waar ben je heen gaan, boys? Maar rij rustig off-road, hier links. Deze is niet zo goed off-road. Nee, nog niet off-road. Rij rechtdoor. Hier kan je nog niet echt off-road. Waar zijn jullie? Hoi. Rij eerst meteen recht bij net kijk, daar is nog geen politie, Grenscontrole aan, ik ga rechts. Juist. Jullie konden eigenlijk ook gewoon pauw doen, hè? Nee, hoeft niet pauw. Beter niet. Jullie hier, bij omhoog. Jullie hebben hun hand uit vervolgens, praten zo meteen, denk ik.
Ik zeg het jullie heel eerlijk, wij moeten echt snel weggaan, want deze opa... Ja. Het kan zijn dat hij misschien weet wat hierin zit binnen en dat hij nu in Zulu inschakelt. Klopt. Dus rij maar heel snel weg hier. Ik zeg het heel eerlijk, ik vind dat eigenlijk Zelim of jij mocht daar moet instappen bij die grijze. Want als er eentje krijgt, dan zijn jullie niet twee in één kwijt. Laat mij bij hem instappen. Ga gelijk je stash, hè. Wacht. Hoe zat er met gelijk vijf man in één auto? Nee, mag nog niet. Mag nog niet. Laat. Ja, man. Nog niet stashen. Als je in je eigen auto zit, hoeveel personen kunnen daarin dan? Ja, ja, precies. Hey, Wola, hoezo mag je niet stashen? Omdat jullie nog 10 minuten moeten wachten. Je hebt die net gericht. Je hebt die net gericht op die gast. Dan moeten we van auto wisselen zo snel mogelijk. Ja dat moet. Maar, kleur veranderen. Ja. Kleur op auto veranderen. Hij kan niet naar de stad. Hij kan auto, politie, daarachter. Kijk uit. Keer om. Rij hier omhoog. Eigenlijk was slimmer als ik ook bij mocht er zo instappen, man. Nee, ik heb een idee, Zelim. Ik denk misschien handig is dat je eigenlijk hier ergens gaat verstoppen en uit gaat stappen. En dat je ons en Oesnoes verder laat gaan. Ja? Ga hier omhoog. Ja, ga hier omhoog. Rijd door naar die andere weg. Want ik heb echt een gevoel dat er dadelijk een helikopter gaat ingeschakeld worden voor deze oranje Lambo. Die is ook echt zo opvallend, hè, holla. Ja, waarom maakt hij hem ook oranje? We halen jou zo dan op. Nee, iemand anders moet ophalen. Hey, Sirak. Brother. Hier is goed, Selim. Nee. Hier is goed, Selim. Snel, voordat er in één keer helikopter. Ga hier in deze dingen liggen. Ik rij wel. Selim gaat jouw locatie sturen, ja? Ja, is goed. Jij moet Zelim ophalen. Zeg maar ongeveer welke plek daar rijdt de auto heen voordat hij elkaar is. Kan jij... Wacht. Ik ga nu precies zeggen. Noem eens jouw nummer op via Porto. 35. Wat? Oh, mijn nummer. Mijn eigen telefoonnummer doe je. Ja, van gewoon in een game, hè. Niet ineens jouw 06. Zeven acht. Ja. 6-1. Ja. 5-2-3. Ik ga nu een locatie sturen, ja? Is goed, bro. Heb ik al gestuurd? Hey boys, ik moet jullie even wat zeggen, man. Wat? Ik werd net gebeld door een Devin Masker, ik heb hem zo opgeslagen. Hij zegt, zit je nog steeds in die gang? Zeg nee. Is coach, Zelim? Nee, ik heb gezegd nee. Wat zei je? Zelim is coach toch niet? Nee. Oké, Sam. Zijn jullie weg, boys? Zijn jullie weg? Nee, ik wacht alleen op Baksteen. Ik zit midden in berg, hè, bro. Mijn ding is stashen nu, hè? Ja, stash hem gelijk voor de zekerheid. Ik zag het je al alvast, hè. Als Ibaj deze kant op kopt, broer, ik begin te blazen, al zijn ze met 10 man. Dus Akrapovic rijdt achter ons aan, hè? Stop en zeg tegen Akra, dat zijn wij. Ben je al weg, Zelim, of moet je nog opgehaald worden? Ik wil nog opgehaald worden. Zelim, ik ben daar aangekomen, hè? Je bent hier niet, man. Ik ben op die paarse punt, op die snelweg. 9391. Ja, het is niet op snelweg. Moet ik die berg op? Ja, je, zeg maar... hoe ga ik jou dit uitleggen? Ik heb jouw locatie. Ik krijg die exacte locatie niet. Dus jij krijgt geen exact... Wacht. Yo, Akra. Hallo. Hallo. Oi, waar is Porto? Veilig zijn, gelijk kleding switch. Porto. Porto hebben we nog niet, maar broer, die mensen van OTF zijn de smerigste ooit, hè? Ja, weet je wat ze doen? Ja, ze gingen naar politie. Ja, ja. Ik mis je, wapen. Ik heb de auto.
allemaal andere mensen hebben. Ja, gelijk andere dit noem je een gang, hè? Die lang worden zo snitchen. Voor vandaag mag je die even testen, man. Ondertussen schande, billig. De grootste schande die je ooit kan hebben is naar de politie gaan. Ja, hoor, hij heeft zijn schaamte sowieso gepakt nu. Ja, bro, ik zeg jou heel eerlijk, Akra, ik denk voor vandaag dat wij met rust moeten gaan. Zelim, ben je al opgehaald? Ik ben erbij. Bro, wat ze net hebben laten zien, is ja. Ja, daarom snap je. Snitch aan de kop. Daarom. Ja. Maak niet uit, het is geen stress. Ik ga kijken wat er bij blokken past. We gaan morgen. Ik heb zin. Morgen is onze dag. Bro, morgen is sowieso onze dag. Bro, morgen gaan we die vieze slangen gaan ze pakken, holla. Wow, we gaan dansen met haar morgen. Holla, we gaan ik heb hem met de auto. Wat wil je nu? Gelijk kleding switch, alles testen. Ibaas kwam achter ons aan. Nou, dus gewoon een plek vandaag. Ik weet het niet. Jongens? Dus ja, ben ja, je opgehaald? Iedereen is nou heet. Oh, jullie waren die oranje lambo. Ja man, dus ik ben nu, broer, in die auto, je weet niet waar we zaten. Ik was die auto achter jullie. Die mensen weten sowieso dat wij aan het loeren zijn. Holla, broer. We hadden twee wapens, we hadden twee mesjes. We hadden de gekste dingen in die auto. Zeg op, want anders gaan ze denken dat alleen maar onze excuus dat je is. Je kon er makkelijk aan, waren twee agenten, ik was er ook. Ja, maar voor de zekerheid, snap je? Ja, klopt, moet je ophalen. Nee, ik ben al opgehaald, man. Ik ga nu even outfit switchen en shit gooien en dan ga ik even bodycam sluiten, man. Ja, perfect, man. Ga je dan ook gelijk los uit de stad? Nee, ik blijf wel even. Mooi hem. Als je dan nog in stad bent, bericht ik jou. Dan gaan we even een plan maken. Ja, dat komt goed. Ik sta stil bij een benzinestation, want ik heb geen geld op mij, man. Welke benzinestation? Bij je ABB naar het ABB. Ja. Pak ze gewoon naar de winkel, snap? Ja, is goed. Poh, dat is weer... broer, elke dag in de stad is het... alleen maar ruïna met ons, hè. Ik heb iemand met mij, maar hij is even in zijn hoofd. Ik weet niet hoe hij heet. Altijd weet. Ik ga even voor jou die mesjes om te regelen, ja? Is goed man, bro. Ik ook heb hem mee. Hey boys, allemaal gewoon die andere outfit aan. Kom jij naar mij toe, Mo? Ja, ik ben onderweg. Toch? En Nies? Yo. Mogen we al stashen? Oh, al lang denk ik nu, man. Ik denk nu is wel 18 minuten geweest. Zelf is goed dat ik stashen. Mocht daar? Ja, ik rij zo naar boven ziekenhuis. Ik wilde zeggen dat stash ik hem gewoon in mijn eerst in die auto, dan kijken we zo wel. Rij naar mijn auto. Ik stash hem daarin even voor het zeker, want daar heb ik hem weer. Wat gaan we nu doen, boys? Op blokbaar toch? Ik denk. Ja. Ik denk even gesprek, man. Hey, kunnen we niet die contact opnemen met die wapendealer? Ik weet niet. Ja, maar hoor, kan dat niet. Mo, je hoeft niet te komen, hoor, ik heb geflikt. Akra. Ben Ali. Oh, Ali. Akra. Ali, Mopali. Waar is Akra? Mochtar, je hoeft niet meer te komen, ja? Hier. Akra, stap eens in die Jurus. Iemand wil met je praten. Ik weet niet of er AVB zijn, man. Baksteen. Ja, ik ben jij met die Bentley? Als het goed is, heeft hij het, man. Ja, toch? Twee seconden. Hoe heb je kledingswitch gedaan? Wat? Ik moet nog gaan doen. Ik heb iemand bij me knallen, man. Ik heb ook iemand bij me die in die gang hoort, maar Ola, ik weet niet, hij is er niet. Bij ons bedoel je? Ja, hij zit met mij in de auto, alleen hij is even in zijn hoofd. Hey boys. Ja. Ola, die ODF, wacht gelijk, lag ze uit. Ze gaan naar Ibaas toe. Wat? Ola, zij snitje, broer, ik richt wapen op hun. En Mochtar stapt ook uit, hij richt ook wapen, ze rijden weg. Mijn is geen stress. Als gangmember. Ja, luister, Dana. Ze rijden weg, we gaan achter hen aan, ze zien Ibaas. Ola, ze zeggen, ja, hij heeft wapen, hij heeft dit, hij heeft mesje. Ola, moest ze wegrijden. Zeg, Ola, dat noem je een gang? Ola, dat is abnormaal. Dat jij naar politie gaat als gang? Ola. Als gang zei ga je naar politie en dan willen ze officieel worden. Hé? Hey. Ola, speel. Mijn dikke zip, ja, broer, is eerder officieel dan hun, bro. Maar ik heb tegen Akra ook gezegd, voilà, voor vandaag even niks meer. Hey jongens. Mooi, misschien wil ik het nog even over hebben. Yo, wacht even. Yo, 155. Ja, daar gaan we zo meteen over hebben, ja? Ja, is goeie, man. Ja. Twee seconden. Die meisje die op hem was bij een peesje, vandaag. Hij is met mij gewoon nog wel aan het praten. Hij had
Ola mensen, we gaan voor vandaag afsluiten. Klaar genoeg geweest, Ola. Dus ik ben helemaal kapot. Morgen om 9 uur zijn we erbij. Ola, een beetje vroeg. Beetje snel, snel. Ja, dan mensen, inshallah, morgen zijn we weer terug. Een dikke assoen aan iedereen die erbij was. Ola, ik hou van jullie. Love! Ga je nog eten? Ja. Jullie rustig aan de mensen. بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا